Open de raadsvergadering van 1 juni van de gemeente Ommen. Hartelijk welkom aan de raadsleden. Een volle publieke tribune. Dat is mooi. Gemotiveerde ambtenaren. In spanning zitten of het allemaal goed gaat. Een uitbundig college wat stukken uitbundig heeft voorbereid. En waarnemend gemeentesecretaris. Een echte griffier. We gaan er een mooie avond van maken, dames en heren. Ik kan u melden dat... Moet je aantikken? Ja. De heer Leuwik en mevrouw Schunselaar. Wethouder Ter Keurs is nog afwezig. We houden bij hoe het met hem gaat. En daar hebben we nog niet een uiteindelijk beeld van. Hij werkt hard aan zijn herstel. En wat opbeurende aandacht is misschien wel goed. Ik wou voorstellen... In de orde dat de vicevoorzitter van de raad even gaat voorzitten als ik zelf een punt heb. Dat heb ik met meneer Katerberg besproken. En dat is waarschijnlijk al aan de orde bij een aantal agendapunten. Dat is mijn opening, dames en heren. Verder wou ik nu toe naar de vaststelling van de agenda. En er is bij de voorbereidingsvergadering de gedachte opgekomen om agendapunt 12, het fietspad Dunnewind, als eerste bespreekstuk te behandelen, gelet op de belangstelling vanuit het publiek. Meneer Fries Roders, had u daar nog verdere suggesties bij? Voorzitter, bij mij staat agenda punt 11. 12 is sluiting. Ja, u hebt gelijk. Ik had al een eindversie van een eindversie. Agenda punt 11. Kunnen we dat zo als eerste bespreekpunt doen? Dan is het ook plezierig voor de mensen die daarvoor zijn gekomen. En de rest kunnen we denk ik gewoon in de volgorde zo doen. Goed, dan stel ik voor om het fietspad Dunnewind nu te gaan bespreken. En dan geef ik graag voorzitterschap aan meneer Katerberg, want ik ben zelf portefeuillehouder. Of het eerst vraag half uurtje? Ja, dat is agenda punt 2, hè? Nou, dat mag ook. Wat is gebruikelijk? Eerst het vraag half uurtje? Dan gaan we eerst vraag half uurtje doen. Zijn er vragen vanuit de raad? Helemaal niemand? Oh, toch. Ja. Meneer de Jonge. Ja, voorzitter, zoals ik al zei, had ik de vragen keurig aangemeld. En voorzitter, de vragen die ik heb, die hebben een stukje inleiding nodig. En ik hoop dat u mij daartoe in de gelegenheid stelt. Voorzitter, want het betreft al een zaak van enige tijd geleden die vanuit het televisieprogramma Monitor aan de orde is gekomen. En ik heb daar vanuit mijn fractie schriftelijke vragen over gesteld. Maar de vragen voldeden in mijn optiek niet aan datgene waar ik een verwachtingspatroon bij had. En dat verwachtingspatroon, voorzitter, dat was min of meer geschept uit een aantal gesprekken die ik met uw voorganger heb gehad. En die een toezegging heeft gedaan dat de vragen uitgebreid, helder en niet alleen vanuit de ambtelijke organisatie beantwoord zou worden. Voorzitter, en als je kijkt, want ik zie het proces ook een beetje als leerproces in de relatie tussen Hardenberg, BOH en het gemeentebestuur waar u ook onderdeel van maakt. En als ik zeg maar even terugkijk naar wat er in het tv-programma van de Monitor op 30 april 2017 gebeurde, dan zag ik een reactie van de wethouder van de buren, de heer Prins. En ik zou me, en dat is een zuiver persoonlijke gedachte die ik bij me heb, ik zou me kunnen voorstellen, gezien de reactie van de wethouder Prins, dat het voor de gemeente Hardenberg niet erg goed uitkwam om deze zaak helemaal in de openbaarheid dan wel volledig te beantwoorden. Voorzitter, even terug naar de brief. Want u stelt in de brief dat u niet op de hoogte was gebracht door de BOH en dat u pas door de vragen van de fractie van de VOV kennis heeft genomen van genoemd voorval. Voorzitter, in de brief wordt ook gesteld dat dit conform de afspraken met de BOH is. Namelijk dat het college pas geïnformeerd wordt in gevallen waarin er sprake van bedreiging van de volksgezondheid, de openbare orde of dit verwacht wordt. U geeft aan dat het in dit geval een lokaal begrensde verontreiniging was waar geen risico op verspreiding was.
Voorzitter, dan wat u in de brief stelt dat het bevoegde gezag voor een bodemverontreiniging de provincie Overijssel is, die mening die delen wij met u. En toch, voorzitter, hebben wij een aantal vragen aan u. Had u in dit geval, en met u bedoel ik het college, niet liever gezien dat het college gemeentebestuur van Ommen door de BOH over dit voorval eerder geïnformeerd was geweest? Was het collegiaal niet beter geweest dat het college van BMW van Hardenberg, met de kennis die zij had, en ook wat de kennis die het college van Ommen voor de uitzending van de monitor geïnformeerd had moeten worden? Voorzitter, bent u van mening dat het storten van afvalwater met PAK, dus kankerverwerkende stoffen, en zware metalen in een gebied waar waterwinningsgebied, dat dat geen risico vormt voor de volksgezondheid? Voorzitter, en dan over de rol van de gemeente Ommen en het gemeentebestuur van Ommen. Mocht er tijdens een lozing ten tijde van 2014 volgens het geldende bestemmingsplan verontreinigend slip opgeslagen worden op het perceel De Haar nabij nummer 3. Voorzitter, uit de brief van de provincie Overijssel van 6 oktober 2015, die in afschrift is gestuurd aan de gemeente Ommen, blijkt dat de grondeigenaar de verontreinigde grond heeft afgegraven en gesaneerd heeft en deze grond elders heeft opgeslagen, binnen de gemeente Ommen in depot. De provincie Overijssel die geeft aan in dezelfde brief dat dit bij de gemeente Ommen, in de brief naar degene die die grond afgegraven heeft, ook de grondeigenaar in dit geval, dat dit aangemeld moet worden bij de gemeente Ommen. Voorzitter, wanneer is dit bij de gemeente Ommen aangemeld en waar is het verontreinigde slip binnen onze gemeente tijdelijk in de depot opgeslagen? Voorzitter, welke actie heeft de gemeente Ommen, het college dus, op deze opslag ondernomen? Er zijn door de provincie en de regionale uitvoeringsdienst brieven en documenten in deze zaak in afschrift via de BOH naar de gemeente Ommen gestuurd. Hadden deze brieven door de BOH niet aan het college van Ommen doorgestuurd moeten worden? Voorzitter, en dit gaat over een stukje van het vervolg. En ik zou me kunnen voorstellen dat u daar geen antwoord op weet, maar het zou wel sieren dat we daar misschien achteraf bij het RUD over gaan informeren. Zijn er, voor zover u weet, na de eerste lozing nogmaals controle uitgevoerd op de storting van de grond en of het lozen van afvalwater? Voorzitter, ik vraag dat niet voor niks, omdat wij signalen uit de buurt hebben ontvangen van De Haar dat er na de signalering in 2014 nog afvalwater geloosd is op diezelfde plek. Dat waren mijn vragen in de eerste termijn. Is het bedoeling dat ik de vragen nu beantwoord of zijn er nog meer vragen? Verder geen vragen? Oké. Nou, ik zal als portefeuillehouder proberen u snel een antwoord te geven. Dat is, ik denk dat de vicevoorzitter nu maar even moet voorzitten. Dat is wel een goed idee. Dat kan je. Ja, het is wat kort dacht dat u deze nadere vragen stelt. Dus ik heb er ook niet heel diepgaand meer op kunnen oriënteren. Maar goed, ik zal zo goed mogelijk proberen wat antwoorden te geven. En daar waar ik het niet exact paraat heb, kunt u het nog schriftelijk krijgen. Vindt u dat goed, meneer de Jonge? Er zijn een aantal zaken die hebben toch voor mij wel een wat technisch niveau. Dus dat kan ik dan na afloop van de vergadering nog wel aan u toesturen. Maar we moeten zo langzamerhand wel van het dossier af, omdat het mijn oprechte indruk is dat iedereen de zaak netjes heeft willen aanpakken. Ik heb dat ook al nagevraagd en ik zie dat ook wel in het proces. U hebt in de eerdere beantwoording gezien dat het vooral een zaak van de provincie is geweest, provinciale bevoegdheid. En ja, het betreft ook een zaak die BMW van Hardenberg betreft en zo is het ook aangepakt. Wat we goed moeten realiseren is dat iedereen zijn eigen rol goed moet doen. En dat is ook wat BMW in Hardenberg moet doen en wat wij moeten doen. De BOH moet ook zuiver en integer zo goed mogelijk proberen die rollen ook te onderscheiden. En ook de informatie en de ondersteuning geven daar waar het bij die rol past. En volgens mij hebben ze dat ook gedaan. Verder kunt u inderdaad de vraag stellen, hadden ze niet collegiaal wat eerder moeten zeggen? Ja, dat hadden ze misschien wel kunnen doen. Maar strikt genomen was dat niet in die vorm en in die fase aan de orde. Ik denk iedereen nu wel wat meer attent is gewaakt op dit soort
in elkaar lopende zaken. Maar ik vind wel dat onze bestuurlijke ondersteuning in de BOH gewoon wel die rolzuiverheid goed moet toepassen. En dan zal denk ik het college wat het aangaat zijn eigen bestuurlijke inschatting moeten maken. Ik ga nu wel informeren. Dat had wellicht gekund. Maar aan de andere kant, je moet ook goed de rollen uit elkaar houden. Dat is eigenlijk wat ik er op dit moment in procedure en proces over te zeggen heb. Ja, dan mijn mening over het verontreinigen van slip en het afvalwater binnen het waterwindgebied is toch echt een bevoegdheid die de provincie als toezichthoudend orgaan zou moeten bekijken. Dan zou je daar toch volgens mij in eerste instantie terecht moeten kunnen. Hoe de positie is in het bestemmingsplan, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar het lijkt me dat het niet zo goed kan, omdat het gewoon volgens mij als agrarische grond is gebruikt. Maar goed, hier zouden we nog wat nader naar kunnen kijken. Maar het lijkt me niet, maar goed, daar krijgt u een precieze antwoord op. Ja, over de opslag hebben we denk ik gerapporteerd. Het is weggenomen en het is weer in orde. Dus volgens mij hebben we daar goed gehandeld. En over de verder controles heb ik niet precieze informatie, maar die kunt u nog naar de raad wel van mij krijgen. En daarmee heb ik een nadere invulling gegeven aan de schriftelijke beantwoording van uw vragen. Tot zover kom ik. Dus op een aantal dingen krijgt u dus nog een nader antwoord. Voorzitter. De heer De Jonge. Ja, voorzitter. Ik vind de beantwoording wel zeer bekrompen en kort, want het betreft in onze de optiek van onze fractie een zeer serieuze zaak, waar het gaat om het storten van afval met kankerverwekkende stoffen binnen een waterwinningebied. En vanzelfsprekend, want ik heb het in mijn vraag ook al aangegeven, nu zien wij ook wel dat de provincie een rol heeft over die bodemverontreiniging. Maar door het over de opslag gaat, ligt er een duidelijke rol voor dit huis, voorzitter. Maar het tweede, ik ben ook van mening, ondanks de provincie daar een rol in heeft. Ik heb inmiddels begrepen dat het tv-programma De Monitor contact heeft gehad met het Openbaar Ministerie en dat hij een onderzoek gaat doen, zowel naar de situatie in de gemeente Hardenberg als in de gemeente Ommen. Vind ik toch dat een zeer serieuze beantwoording van uw zijde op zijn plaats is. En ik wil u in de gelegenheid stellen, ook gezien de wisseling van portefeuilles, om dat schriftelijk te doen. En ik wil u vragen om u in de achterhoofd daarbij te houden dat wanneer je een auto wast met zeep in een waterwindgebied, dan staan er behoorlijke straffen op. En, of een accu op de hoek zet. En ik denk met dit zaak nemen wij nog iets serieuzer. Dus nogmaals, ik verwacht van het college een uitgebreide, serieuze beantwoording van de vragen. En ook met name daar waar het gaat over het vervolg, het afvoeren van de grond van de Haar naar een andere plek in opslag binnen de gemeente Ommen. Ook al is het een jaar of twee geleden gebeurd, getuigt in dit geval voor een goede beantwoording. Dus ik wacht dat graag af en ik verwacht dat die beantwoording op zeer korte termijn. Want ik kan me niet voorstellen dat er binnen de BOH niet een dossier ergens opgeborgen zit. Dus haal die boven water en beantwoord zo snel mogelijk. Heeft de portefeuillehouder nog behoefte om te reageren? Nou, ik begrijp dat u het kennelijk nog preciezer wil weten. Ik wou toch wel even weer spreken dat de BOH dingen onder water zou houden. Dat is bij mijn weten ook niet het geval. Ik vind ook eigenlijk dat u dat als raadslid niet op die manier zou kunnen zeggen. Dus ik hoop dat u even nog de aandacht erbij wil houden en met enig geduld wil kijken naar de antwoorden die wij geven. Ik zal proberen dat zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te doen. Voorzitter, dan nog een laatste reactie op hetgeen en de rol van de BOH. Dan wil ik u adviseren om even terug te kijken naar het tv-programma Monitor. En misschien wat meer informatie over deze zaak boven water haalt. En dan zult u mijn reactie waarschijnlijk ook begrijpen. Dank u wel, voorzitter. Daarmee is het vragenhalf uurtje ten einde gekomen en gaan we over naar behandeling van agenda punt 11 als agenda punt 3. Fietspad Dunnewind. Wie wenst erover het woord? De heer Mors. Dank u, voorzitter.
We zijn al vanaf 2013 bezig met het fietspad Dunnewind. En destijds is er unaniem een motie aangenomen om het fietspad te realiseren. Daar staan wij als D66 nog steeds helemaal achter. Een recreatief fietspad wat ook recht doet aan de beoogde effecten zoals die in het voorstel genoemd staan. Tijdens de behandeling in de commissie is er wel naar voren gekomen dat er een grote kans is dat er ook ander verkeer dan fietsverkeer over het fietspad zal plaatsvinden. En dat is zeer ongewenst. We hebben toen ook al een beetje gekeken en gevraagd van is er nog een, iets mogelijk, een fysieke mogelijkheid om te kijken of daar niet iets ingeplaatst kan worden, daar waarbij rolstoelen, scootmobielen, met name ook gewone fietsers er redelijk makkelijk doorheen kunnen, maar juist een belemmering zouden kunnen krijgen voor het gemotoriseerd vervoer. In ieder geval geen auto's erover. En nou, ik heb het toen ook al aangegeven, ik ben zelf motorrijder. Mijn motor die gaat wat moeilijker door een sluis, twee nietjes, als een gewone fiets. Dus heel kort en bondig, en dan maken we het niet al te lang. Wij zijn een groot voorstander van het fietspad. Maar wij zouden toch, en dan samen met de VVD, een motie willen indienen. Of een amendement. De Raad van de Gemeente om een gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2017, kenmerk bladibladibla, het voorliggende besluit aan te vullen met het volgende zesde bullet. Op het fietspad Dunnewind zodanige beperkende maatregelen te nemen dat de toegang voor motoren wordt tegengegaan. Dat amendement zouden wij graag willen indienen. Tot zover eerste termijn. Amendement is getekend en kan onderdeel uit gaan maken van de beraadslaging. Mevrouw Lagas. Dank u wel, voorzitter. Aansluitend op de betoog van de heer Van der Mors van D66 nog even het volgende. Ook de fractie van de VVD is blij dat er eindelijk een ontwikkeling is tot het aanleggen van het beloofde lusje langs de Vecht recreatief fietspad. Nou, we zullen over de procedure verder niet iets zeggen. Maar ook wij willen heel graag nog extra benadrukken de overlast die ervaren wordt rondom het gebruik van het fietspad door personen die daar niet horen te zijn. En bij de commissievergadering is al duidelijk aangegeven dat het niet of nauwelijks mogelijk is om daar handhavend op te treden. Dat baart ons zorgen. Vanzelfsprekend moet het logisch zijn dat als er ergens een bordje fietspad staat, dat het ook alleen maar op die manier gebruikt wordt. Maar blijkbaar is handhaving een dermate groot probleem dat we ook gezien de problemen die voorzien worden door de mensen die de natuur een warm hart daar toedragen, dat wij geen bezwaren hebben tegen fietsers in dat gebied. Daar waren zij wel op tegen. Maar dat wij het risicovol vinden dat er gemotoriseerd verkeer gebruik gaat maken van dat fietspad en daarmee overlast voor de natuur teweeg brengt. Maar ook voor de mensen die daar in het gebied in alle rust willen recreëren. Daar spreken wij echt oprecht onze zorg voor uit. En ook voor het bestaande deel, maar dat was al bekend. Dus vandaar dat wij samen met D66 deze motie zo hebben ingediend. De heer Dunnewind. Geen familie van fietspad. De streek daar heet Dunnewind rivier. Voorzitter, u was me net voor, want ik wou net ook vertellen inderdaad dat ik geen aandeel heb in dat fietspad of zo. Ik ben er ook niet mee verbonden in directe zin. Maar ik vind het wel een mooi plan in elk geval en staat me zeker aan. Nu, het CDA is van mening dat met dit raadsvoorstel wordt voldaan aan de in november 2013 unaniem in deze raad aangenomen motie. Een motie waar alle partijen van de huidige raad, met uitzondering van de Partij van de Arbeid, mee ingestemd hebben. Het CDA is blij dat het raadsvoorstel nu voor ligt en dat er vandaag een besluit kan worden genomen en er duidelijkheid komt voor Varssen. Wat het CDA betreft heeft de waarnemend portefeuillehouder in de commissievergadering van 11 juni jongstleden duidelijke antwoorden gegeven op gestelde vragen en heeft de CDA-fractie bevestigd in haar overtuiging. Wat het CDA betreft heeft het lang genoeg geduurd en zullen dan ook voor dit voorliggende voorstel stemmen, zodat eventuele vervolgstappen kunnen worden gezet. Even voor wat betreft het amendement wat zojuist is ingediend door
de heer Ter Mors van D66 samen met de VVD. Een aantal vragen hebben we daarover. Wat wordt er nu precies bedoeld? Wat gaat dit kosten? Hoe wordt dit gefinancierd? Dat zijn een aantal vragen. Daarnaast is er in de commissievergadering is er een inspraakreactie geweest dat er blijkbaar op het huidige traject, dus niet over het fietspad Dunnewind, maar op het huidige traject ook al overlast is. Nu kunnen we iets aan het fietspad Dunnewind doen, maar er is al overlast in dat gebied. Dus als we dan alleen besluiten over dit stukje, maar dan is de overlast is nog steeds aan de orde wat dat betreft. En dan, voorzitter, nog drie andere punten met betrekking tot dit amendement, die ik graag onder aandacht wil brengen namens de CDA-fractie. In de eerste plaats gaat het daarbij over de bereikbaarheid door hulpverleningsinstanties. Wat als er wat een politieauto, een ambulance ter plekke moet komen? Hoe gaan we dat inrichten? In de tweede plaats, onze agrariërs, die moeten ook zeg maar een werk kunnen doen. Zonder dat ze daarbij gehinderd worden, te veel gehinderd worden. En in de laatste plaats, en mevrouw Lagasse riep het al, het bordje fietspad, dat houdt in dat niet iedereen daar mag komen. Ja, natuurlijk, daar moeten we handhaven, dat begrijp ik ook. Maar ook de portefeuillehouder heeft in de commissievergadering al aangegeven, we gaan met de partij op tafel zitten om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. En dat is wat het CDA betreft genoeg. Dank u wel, voorzitter. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wat betreft het abonnement, we waren zeer verrast dat we deze vorige week de inhoud van kennis genomen hebben. Dan verrast over de inhoud, want in mijn optiek, en ik kom er straks ook wel in mijn betoog op terug, is er in de commissie een toezegging gedaan door het college om in ieder geval met de partijen rond de tafel te gaan zitten en te kijken naar de mogelijkheden om de overlast van verkeer, tenminste hinderend verkeer, tegen te gaan. Voorzitter, een tweede, dan richt ik me dan ook even naar de indieners van de motie, als u met van het amendement, als u mij dat toestaat. Vroeg ik me ook van hoe dat in relatie staat met het huidige fietspad de Ziel. Want als ik het goed beluisterd heb in gesprekken die wij gehad hebben met belanghebbenden, zit daar ook overlast in. En ik wou een vraag aan de indieners van of zij ook bedoelen dat daar ook maatregelen genomen moeten worden. En hoe de indieners dan kijken, voorzitter, tegen het feit dat het fietspad de Ziel voor een behoorlijk deel bestaat uit openbare weg die ook toegankelijk is voor verkeer. Ja, voorzitter, dan terug naar het voorstel, voorzitter. Want in onze optiek is dit al, en dat is ver voor mijn tijd in deze raad, in 2005 is er al gesproken over de aanleg van dit fietspad. En voorzitter, in 2010, zo rond november, 14 november als ik het goed heb, hebben de heer Bongers en de heer Willemsen een motie ingediend. En die is toen met algemene stemmen aangenomen en iets anders dan de vorige spreker zei. Voorzitter, en wat ons betreft, en ik heb dat in de commissie ook al aangegeven, heeft eindelijk, want dat heeft lang geduurd, heeft het college naar behoren de motie uitgevoerd. En daar zijn wij ook zeer content mee, het mag ook wel gezegd worden. Voorzitter, de fractie van de VOV heeft een aantal weken voor de commissievergadering kennis genomen van de bezwaren van Natuur en Milieu, Vechdal en van de heer Snoek. Op zich vonden wij, en dat hebben we ook met hun gedeeld, het vreemd dat die bezwaren pas op dat moment aankwamen, omdat er toch wel ver van tevoren kennis was geweest dat het fietspad er kwam. En ik heb ook met beide partijen een gesprek gehad en aangegeven dat wij achter de motie staan en de motie uitgevoerd moet worden. Voorzitter, ik wil nog wel even kwijt dat in tegenstelling wat een van de insprekers, de heer Spijker, namens Natuur en Milieu Vechdal heeft aangegeven, in ieder geval mijn fractie, en ik heb ook wel de indruk, goed beluisterd hebben in de commissievergadering, de andere fractie, zeer goed gekeken hebben naar het alternatieve tracé. En ook beoordeeld hebben van hoe het er ligt. En wij zijn daar in ieder geval geen voorstander van. Dat hebben we ook met degene die de bezwaren hebben aangegeven. Dat wil ik nog wel even kwijt. Voorzitter, daarnaast hebben wij, ik heb de commissievergadering ook al aangegeven, als fractie zijn wij op pad geweest en er zijn op een aantal plaatsen in Nederland wezen kijken. In Nieuwkoop, rond Dordrecht in de Biesbos en rond Giethoren. En daar heb je vergelijkbare fietspaden waar ook leefgebied van de otter is en waar ook de das leeft. Voorzitter, en ja, ik moest ook een beetje denken aan het filmpje van
wat gepresenteerd wordt in Milieu en Natuur en Milieu Overijssel. Want daar zag je dat de vogels in de vecht opschokken door de motorboot. En wat ons betreft, voorzitter, geeft misschien de motorboot in de vecht meer overlast voor de dieren dan de fietsers. Want volgens mij gaan de fietsers in de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang zullen ze daar geen gebruik van maken. Dus rustmomenten voor ons voldoende. Ja, voorzitter, dan tot slot. Wij verwachten in ieder geval, en ik wil graag van het college horen van op welke wijze zij daarnaar kijken, naar het overleg en de uitvoer aan, dat ze nakomen, dat het college nakomt wat er in de commissievergadering is aangegeven. Daar hechten wij ook heel veel waarde aan, dat de overlast geminimaliseerd wordt. En in ieder geval wil mijn fractie graag zien dat er toch wel zodanige maatregelen komen dat er geen motorvoertuigen over dat fietspad rijden. En ja, ik zou dan ook een dwingend beroep willen doen op het college om ook even te kijken naar het laatste stukje fietspad van de Ziel. Wat wel afgesloten is, waar het bord hangt toeristisch fietspad, wat wel afgesloten is voor het motorverkeer. Het eerste stukje, misschien in belang van de landbouw waar de heer Dunnewind het over heeft, is open. En in mijn optiek is dat een openbare weg, kunnen we niets aan doen. Dus ik heb alleen de vraag van op welke wijze het college die overlast gaat proberen te voorkomen en het gesprek daarover gaat voeren met de belanghebbenden. De heer Moerman. Hij doet het. Voorzitter, dank u wel. Er wordt vaak gerefereerd aan de unaniem aangenomen motie. Die motie is van 14 november 2013. In 2010 is inderdaad een unaniem aangenomen motie. Alleen de Partij van de Arbeid was toen niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Dus vandaar, en anders hadden wij daar ook niet voor gestemd. Voorzitter, natuurlijk zijn wij voor een fietspad door Vorsen. Ja, prachtig. Helemaal niks mis mee. En als je kijkt naar de geschiedenis, dan is het ook wel tijd dat daar inderdaad dan een keer een beslissing wordt genomen. Echter, er zijn wel een aantal alternatieven. En het alternatieve tracé, wat onder andere door Natuur- en Milieuvereniging de Vechtstreek in november 2016 is aangedragen, die verdient het wel om serieus aandacht te krijgen. Want je hebt een aantal combinaties van mogelijkheden. En je creëert een fietspad door Varsen. En je houdt rekening met de rust- en druktegebieden zoals die zijn omschreven. En voorzitter, dan gaan we wel even terug naar het richtinggevende document, het programma Ruimte voor de Vecht, waar deze raad volgens mij ook unaniem mee ingestemd heeft. Dat gaat over die rust- en druktegebieden. En aan de ene kant natuurlijk gun je de mensen van Vartsen een fietspad. Aan de andere kant is het altijd moeilijk om aan de ene kant recreatie toe te staan en aan de andere kant aandacht te hebben en te blijven houden voor die rustgebieden. En het alternatieve tracé wat Natuur- en Milieuvereniging de Vechtstreek heeft aangedragen, kun je daarmee recht doen. In de commissievergadering heeft de toenmalige portefeuillehouder ook nog gezegd dat Staatsbosbeheer voorstander van dit plan was. Dat is niet zo. Staatsbosbeheer was geen voorstander van het plan. Staatsbosbeheer heeft gezegd dat ze mee willen werken te alle tijden. En te lange lesten, voor de Staatsbosbeheer is in principe voorstander van het alternatieve tracé, maar heeft het hoofd te moeder in de schoot gelegd, zou ik maar zeggen. En last but not least, het is ook nog goedkoper. Het kan voor minder en je kunt en een fietspad door Varsen creëren. En je kunt rekening houden met de rust- en druktegebieden. Het gaat er niet alleen om de otter, maar gaat het ook om de weidevogelgebied. Voorzitter, tot zover. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ja, daar trek ik toch even mijn jasje voor aan, want eindelijk is het moment daar. In 2013 heeft de LPO in eerste instantie met een tweetal amendementen geprobeerd in samenwerking met Plaatsenbelang Varsen om het fietspad op de kaart te krijgen en gerealiseerd te krijgen. Dat ging in eerste instantie heel moeizaam. Uiteindelijk heb ik samen met ons oud-collega Willemsen van het CDA hebben we samen een motie ingediend en die is zoals al gezegd raadsbreed gesteund. En nu is het 2017 en gaan we, zoals ik hier de koppen kan tellen, met z'n allen ja tegen zeggen. Of met z'n allen, in ieder geval meerderheid. Twee aspecten nog, voorzitter. Eerste aspect, natuur en milieu. Terecht is er
ook gekeken naar het aspect natuur en milieu. We moeten oppassen dat we met allerlei mooie plannen het kind met het badwater niet weggooien. Maar wij zijn van mening dat naar het aspect natuur en milieu heel serieus is gekeken. Dat er hele gezonde afwegingen gemaakt zijn. En wij kunnen met een gerust hart ja zeggen. En wij hebben het idee dat hiermee natuur en milieu geen geweld aangedaan wordt. Dan het punt handhaving. Dat is ook al meermaals door de collega's aangegeven en door insprekers. Uiteraard moet er gehandhaafd worden. Als er overlast is of oneigenlijk gebruik, dan moeten we dat aanpakken. Dat heeft de vorige burgemeester ook aangegeven. Van op het moment dat het daadwerkelijk speelt, zal er ook ingegrepen moeten kunnen worden. Daarom vind ik het amendement wat er ligt van D66 en VVD vind ik te eng. Het concentreert zich op motoren. Waarbij ook dus het speelveld met betrekking tot hulpdiensten, agrarische sector. Wij vinden dat je dat als een totaal plan moet afwegen. En overleg met allerlei partners die daar belang bij hebben. En dat is dan maatregelen noodzakelijk zijn. Als dat zijn de palen, hekken of wat dan ook. Of politiehandhaving. Prima, daar staan wij zeker achter. Maar het amendement zoals dat er nu ligt vinden wij te eng. En kunnen we zoals het hier ligt niet, helaas niet ondersteunen. Tot slot, voorzitter, zou ik toch om het... Ik wil het toch 2013, 17 oktober, amendement voor realisatie van dit mooie fietspad. En ik wil graag nog even de overweging meegeven. Plaatselijk Belang Varssen heeft een integraal plan opgesteld voor reconstructie van Varssen. Met een brink en een fietsroute langs het monument in Varssen om via de oevers van de Vecht aan te sluiten op het bestaande fietspad bij Meleboeren. Dit vormt, zoals het Plaatselijk Belang Varssen het zelf noemt, de kers en slagroom op de taart. Het geld dat is overgebleven voor de reconstructie in Varssen, tot nu toe kan dus prima worden ingezet voor kawei om Varssen af te maken. Nou, dat was toen, dus dat geldt nu niet meer. Tot slot, een fietsrondje Varssen waarbij het monument in Varssen ontsloten wordt, maakt Ommen niet alleen een mooie wandelgemeente, maar evenzo een mooie fietsgemeente. Daar wil ik het bij laten, voorzitter. De heer Wint. Voorzitter, dank u wel. Ja, voor ons ligt dan het raadsvoorstel aanleg fietspad Dunnewind. Een aantal jaren geleden hebben we over dit onderwerp met elkaar gesproken naar aanleiding van de aanleg van een ander fietspad. En er is toen inderdaad een motie ingediend die unaniem is aangenomen. Maar voorzitter, soms komen er met de tijd ook nieuwe inzichten. En zo is ook nu het geval, want met het huidige plan zijn er wel een aantal natuurwaarden in het geding. Bij het project Ruimte voor de Vecht is het document Rust en Drukte van de Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek als visiedocument aangenomen. Als ChristenUnie hechten wij behoorlijk wat waarde aan dit document, omdat het duidelijkheid biedt over waar rust nodig is en waar drukte kan. Als de rust in een gebied eenmaal verstoord is, kunnen we dit maar moeilijk weer terugdraaien. Daarom willen we goed nadenken over de keuzes die we hierin maken. Het raadsvoorstel zelf spreekt ook over de natuurwaarden die aan het gebied worden toegekend. De ChristenUnie begrijpt echter niet waarom er niet toch voor het alternatieve tracé gekozen wordt. Wij vinden namelijk wel dat dit alternatief voldoet aan de opdracht uit de motie. Want we begrijpen wel dat Plaatselijk Belang Varssen liever dit plan heeft dan het alternatief. Maar om verstoring van dit kwetsbare gebied nu toe te laten, omdat het alternatief een minder logisch rondje vormt en er wat minder beleving van de Vecht is, gaat ons wat te ver. Daarbij willen we nogmaals opmerken dat Staatsbosbeheer in onze ogen niet voor dit tracé is, maar slechts niet tegen. Omdat ze de publieke opinie te plaatsen daarin ook niet mee hebben. De voorkeur van Staatsbosbeheer lag ook bij het alternatieve tracé. En daarbij willen we ook opmerken dat de onlangs besproken rood voor rood regeling willen we daarbij ook in herinnering brengen. Want niet voor niets moest er voor die regeling gezocht worden buiten Varssen. Juist vanwege de natuurwaarden. De ChristenUnie hecht waarde aan de balans tussen toerisme, landbouw en natuur. Maar hier worden wel enorme concessies gedaan aan de natuur. Voorzitter, met andere woorden,
De ChristenUnie staat nog steeds achter de eerder genoemde motie, maar kan zich niet vinden in het raadsvoorstel, omdat we de genoemde bedenkingen tegen het alternatief flinterdun vinden en de compenserende en mitigerende maatregelen onvoldoende om een dergelijke verstoring van het rustgebied te kunnen rechtvaardigen. Tot zover in eerste termijn. Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Verkerk. Ja, ik dank de raad voor een goed onthaal, althans met grote meerderheid, dat het zover is gekomen. Is goed opgestudeerd, lang over gedaan. Ik zeg even naar meneer Wint toe, ja, ook het alternatief was in beeld, is toch afgevallen. De informatie zoals ik hem heb begrepen is dat Staatsbosbeheer ja, liever wel iets anders had gehad, maar dat dit wel ook voor hun werkbaar is en aanvaardbaar is. Daar hou ik het dan toch maar even op. Dus we gaan uit van het voorstel dat hier ligt. Ik hoor daar zeer veel tevreden geluiden over, dus dat incasseren wij graag. Ik vind ook dat we snel nu met de uitvoering van de plannen aan de gang moeten. Dat is ook goed, te lang op moeten wachten. Er is nog één punt. Ja, hoe hou je nou de motoren eruit en de scootmobiele erin? Ik heb het heel goed begrepen dat dat gespeeld heeft in de commissievergadering bij de inspraak. Ja, nu vinden we het politiek vrij uitgeleend terug via een amendement. Ik begrijp wel dat fracties in de raad denken, ja, daar moeten we toch nog een stap verder om die grens nog verder te kunnen aangeven bij de uitvoering en straks in de praktijk. Ik vind hem technisch lastig, want het weren van motoren is sympathiek en nodig. Zit volgens mij al in de huidige gebruiksvoorschriften opgenomen. En ook volgens de wet verkeersregels mag je daar niet met een motor. Dus daar zijn we het gauw over eens. Het verbod is er al juridisch volgens mij. Maar goed, dan wil je het ook fysiek natuurlijk in orde maken. En dan komt de lastigheid. Ja, hoe wil je nou zodanig doen dat motoren er niet in kunnen en scootmobielen en rollators, misschien nog andere hulpverlenend voertuigen, mobiel verkeer, dan wel. De tijd is wat kort om daar meteen een concludent antwoord op te geven. Er is wel een voorbeeld getoond van een andere plek waar dat gedaan is, met nog een extra rijbaantje erop. Dan hopen we dat de veewerende werking dan toch wel blijft staan bij het rooster. Het vee wordt ook slimmer, wellicht. Dat weet je ook nooit. Dus ik heb echt wel wat tijd nodig om daar precies de afweging in te kunnen maken. Ik begrijp heel goed wat u technisch wilt. Volgens mij is het juridisch al geregeld. Dus om daar een groot bord te plaatsen, verboden voor motoren, nou, kunnen we het doen. Maar goed, dat is over en dubbel. Als het helpt, kunnen we dat ook doen. Maar we zullen vooral moeten kijken naar de manier waarop je dat dan fysiek vormgeeft over zo'n wildrooster. Daar heb ik echt even tijd voor nodig. Dat is gelijk ook het antwoord op alle mensen die zeggen, nou ja, daar moet er dan nog verder overleg over bestaan hoe we dat doen. Meneer de Jonge heeft het ook gezegd en nog een aantal anderen ook. Dus ik zou me voor kunnen stellen dat de raad vandaag tevreden is met het voorstel wat hier is. We gaan het echt doen. En dat ik u toezeg, dat is dan de formele toezegging in de raad, dat ik ga uitzoeken hoe we dat nou fysiek, technisch verder vorm kunnen geven. En ik hoop dat u met die toezegging, ik kan nog verder omlijsten, dat we alle partijen erbij zullen betrekken, dat we ook moeten kijken naar een nieuwe techniek wellicht. Er hoort ook een budget bij. Dus ik weet ook niet hoeveel dat dan zal kosten om dat precies te doen. Om in dat overleg met partijen dan tot een nader technisch uitgewerkt voorstel te komen, waarbij duidelijk wordt dat het kan of dat het niet kan. Wat verder wel relevant is natuurlijk dat we dit ook goed meenemen in handhaving. Ik denk dat toch dat het belangrijkste element zal zijn om daar die verkeerssituatie precies te doen zoals u het wilt. Dus concreet, dank voor uw steun voor het voorstel. We gaan toch maar zo door met respect voor het elan van de ChristenUnie. En ik vraag u het amendement in te trekken onder mijn toezegging dat ik dit ga uitzoeken en dat ik daarmee naar uw raad kom. Tot zover. Dan de tweede ronde, de heer Mors. Ja, dank u voorzitter. Ik heb ook het voorstel gezien van een rooster waar een scootmobiel over rijdt.
Laat ik beginnen met de eerste gedachte van 2 weken geleden. Namelijk niet een ingewikkeld systeem, maar gewoon een sluis waar je moeilijker met een motor doorheen kan gaan. En dan zijn de kosten eigenlijk te verwaarlozen. Dat was antwoord op de vraag van de heer Dunnewind. Heer Dunnewind had het ook over, over een ambulance. Maar als er geen fietspad is, en dat is er nu ook niet, kan er ook geen ambulance komen. Dus alles wat er nu wel meer is, is meer. Uiteraard, en dat is ook tijdens de commissievergadering ter sprake gekomen, is ook de heer Snoek uitgenodigd om positief en constructief mee te denken. En dat is ook wat de portefeuillehouder net ook aangaf. Er is misschien nog wat meer tijd nodig om het nader uit te werken, juist ook met de omgeving en de stakeholders. Wat had ik dan nog meer staan? Ja, de vraag van de heer De Jonge. Geldt dat, zou het ook gelden voor het huidige fietspad De Ziel? In onze beleving wel. Dus dat het gehele traject, dat dat ook daadwerkelijk een plaats zou nemen. En de heer Bongers, u vond het te eng. Maar niet opnemen, dan lopen we het risico dat er juist alleen maar een paaltje komt te staan met een bordje. Geen motor, maar ook geen auto's, et cetera, et cetera. Dat risico dat het te eng is, juist door alleen een bordje te plaatsen, dat wilden we juist met dit abonnement voorkomen, door het ook op deze manier dus in te zetten, dat er ook fysieke maatregelen worden genomen. Tot zover tweede termijn. Mevrouw Lagas. Voorzitter, los van de antwoorden die door heer Van der Morst gegeven zijn op de vragen die gesteld zijn, heeft de burgemeester wel heel goed samengevat wat de bedoeling is. En de technische ingrepen die nodig zijn, vragen inderdaad goede onderbouwing en goede controle. Kijk, het amendement is een signaal daarvoor. En ik heb in ieder geval begrepen uit de reacties van de andere overige fracties dat het abonnement het niet zal halen. Maar dat er wel de steun is voor het doel van het abonnement. Dat is namelijk het weren van dat verkeer wat daar niet hoort. Waar ik mijn zorg nog wel degelijk over uitspreek, is dat handhavingsverhaal. Want we kunnen met elkaar wel keurig netjes blijven volhouden. Het is een handhavingsverhaal. Maar dat is al zo vaak aan bod gekomen en blijkbaar zo moeilijk. Ook het vrachtverkeer wat over de brug linksaf richting Zwolle rijdt. Nou, dat is toch redelijk zichtbaar, een redelijke drukke omgeving. Dat is al bijna niet te handhaven, laat staan op een recreatief fietspad. Dus dat is wel een onderdeel wat zeker onze zorg heeft en onze aandacht heeft. Nou, ik heb het verder niet overlegd met mijn buurman, want het gaat even in eerste instantie, dus ik weet niet hoe zij erin staat. Maar kijk, het wegwuiven van het abonnement is net zo niet resultaatgericht als uw voorstel overnemen, wat resultaatgerichter is wat dat betreft. Dus wat mij betreft is uw harde toezegging goed, maar dan willen we wel heel graag binnenkort daar verder mee. Want dit baart ons echt absoluut grote zorgen. Dan spannen we het paard achter de wagen. En dan datgene wat we met elkaar in het gebied willen bereiken, gaan we dan niet bereiken. Overigens zijn we wel blij met dat eindelijk een keer wat gebeurt in het kader van de wens om daar het fietspad te realiseren. Maar dan wel voor de doelgroep. De heer Moerman. Ja, voorzitter. Dank u wel. Ja, naast de mij genoemde bezwaren in de eerste termijn komt nog bij dat ook een insprekende commissie ook al even duidelijk heeft gemaakt heeft dat het tracé na het verschijnen van het Stalingrapport in november 2016 ook nog is gewijzigd en dat derhalve deze gewijzigd tracé ook nog de natuurtoets van de provincie zal moeten ondergaan. Los daarvan zijn wij voorstander van het alternatieve tracé en zullen wij dan ook niet voorstemmen. U dient ook geen amendement in om dat voorstel. Voorzitter, het was mij in de commissie al duidelijk dat de stellingnames dermate waren ingegraven dat het geen enkele zin heeft om een motie in te dienen of amendement. Derhalve acht ik dat ook weinig kansrijk. Vandaar. De heer Wint. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wat ons wel een beetje opvalt is dat er wordt wel steeds beweerd dat het alternatieve tracé voldoende is onderzocht. Maar eigenlijk hebben wij daar als raad maar weinig van gezien. Behalve dan een document waarin het tracé sumier wordt vergeleken met de eisen die in de motie staan. Maar goed, het lijkt er nu op dat het voorstel gaat worden aangenomen. En eigenlijk willen we er dan toch nog wel even op wijzen dat er in de conceptgebiedsuitwerking voortvarend Varssen is. En er voorgesteld wordt om de fietspaden in kwetsbare gebieden in het broedseizoen af te sluiten.
En misschien moeten we dat dan hier ook maar doen. En daarom willen we wel het college vragen om dit toch in overweging te nemen. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Waar in eerste termijn een aantal vragen gesteld aan degene die het abonnement hadden ingediend. Wat gaat het kosten onder andere? En wat gaan we er precies voor doen? En waar vinden we de dekking? Daar hebben we nog geen antwoord op gehad. Ik heb ook de toezegging gehoord van de portefeuillehouder in deze. Wat ons eigenlijk in de commissievergadering al duidelijk was, dat de waarnemend portefeuille van destijds de toezeggingen had gedaan. Dus eigenlijk is er niks nieuws onder de zon. Wat we ons wel afvragen is wat de heer de Mors van D6 ook aangeeft. We zouden het ook voor de ziel willen. Dan vraag ik mij af, we hebben het nu over fietspad Dunnewind. Dus gaan we nu er van alles weer bijhalen om te kijken van Dunnewind en dan pakken we de ziel erbij. En de volgende stap wordt de Hessenweg West en zo kunnen we nog even doorgaan. Dus we hebben het alleen over dit stuk en dit zit wat mij betreft. En als we het hebben over handhaving. Volgens mij zitten we binnenkort met de kadernota en wellicht kunnen we dat daar ook ons voordeel daarmee doen om te kijken of we daar wat slagen kunnen maken. Dank u wel, voorzitter. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wat mijn buurman zegt gaat me een beetje te kort door de bocht, moet ik eerlijk zeggen. Want als je ook kijkt naar, en dan heb ik het over het aanpassen van de ziel, voorzitter. Want dan reageer ik ook even op wat de portefeuillehouder aangeeft. Van, we gaan het nu onderzoeken, want we hebben er geen tijd voor gehad. Dat vind ik ook een beetje te kort door de bocht, want ik zou toch wel wat meer toezeggingen willen hebben. Want in mijn optiek, voorzitter, is er ruimte voldoende geweest om aan de wens van de raad te voldoen, tussen de commissievergadering en de raad, om ervoor te zorgen dat het motorverkeer, dan wel gemotoriseerd verkeer en bromfietsen, daar maatregelen te nemen dat die daar niet meer kunnen komen. En voorzitter, als ik zeer goed geïnformeerd ben, heeft al een aantal jaren de heer Snoek zowel bij de wijkagent als bij de BOH geklaagd over overlast van deze categorie verkeer op het fietspad waar ze niet mogen komen. Dus er is wel ruimte voldoende geweest om te kijken naar maatregelen. En in mijn optiek hoeven zo'n maatregel nog niet eens zo duur te zijn. Maar dat er een maatregel komt, dat zijn me helder. En ik zou graag toch wel wat meer. Ik begrijp in de wisseling van de portefeuillehouders en de ziekte dat het allemaal een beetje lastig is geweest. Maar ik zou toch wel wat meer toezegging willen hebben. En wat maximaliteit in de toezegging. Dat er een maatregel genomen wordt, zodat er geen overlast meer is. En dat ook de omwonenden, in dit geval voornamelijk de heer Snoek, dat hij niet meer elke dag aan de telefoon hoeft te zitten om te bellen naar de BOH. Dat daar met Poolse autootjes gescheurd wordt en met, laat ik het maar gewoon benoemen, en met motoren rond wordt gereden. Ja, voorzitter, en ik hoorde de heer Moerman iets zeggen over aanpassing van het fietspad. Daar zou ik toch even willen verwijzen naar de raadsbrieven die erover zijn. Want ik herinner me toen mevrouw Legas nog aan de andere kant van de tafel zat en portefeuillehouder was. En de motie was aangenomen dat er al kort daarna een aantal wensen vanuit het waterschap provincie als eigenaar van de gronden en Staatsbosbeheer was gekomen om het tracé te veranderen. En volgens mij is er aan die wens, ik heb niet meer precies helder ook wat er in die raadsbrieven staat, stond, maar dat er aan die wens is voldaan en dat daarmee ook is voldaan aan de natuur- en milieuwens daarin. Dus voorzitter, concreet in de richting van de portefeuillehouder, toch heb ik iets meer behoefte aan een toezegging. Want anders neig ik er toch wel naar om te kijken naar het abonnement, of we dat iets meer kunnen uitbreiden of in een motie kunnen verpakken, dat er toch een heldere opdracht komt om hier naar te kijken. Heer Moerman. Ja, voorzitter, ik wil toch graag reageren op de opmerking van de heer De Jonge. Want het is namelijk zo dat na verschijning van het Stalingrapport in november 2016, nogmaals, het tracé nog weer licht gewijzigd is, waardoor de natuurtoets van de provincie zal moeten ondergaan. Dat is gewoon klip en klaar. Het tweede, heb ik wel een suggestie over de kosten. Van, er wordt gevraagd, wat gaat dat kosten? Nou, als we nou kiezen voor het alternatieve tracé, wat veel goedkoper is, kunnen we gelijk die kosten afdekken voor het eventuele tegengaan van motoren. Voorzitter, dank u wel. Nog geen amendement? Het woord is aan de portefeuillehouder. Ja, dank u wel voor de verdiepende tweede termijn op een aantal dingen. Het wordt me is goed, meneer De Jonge, dat u nog eens even heel precies heeft gezegd waar nou de bezwaren liggen. De anderen hebben dat ook wel gezegd. Ja, ik heb in alle standen ben ik bereid om in overleg, hè, dat kost tijd. Ik kan niet helemaal inschatten hoeveel tijd, maar ik wil er wel vaart mee maken. Nog eens een keer goed te kijken wat nou
technisch en financieel mogelijk is om daar met fysieke maatregelen wat aan te doen. Nogmaals, de handhaving speelt daar ook een rol in. Het moet uit die beide samen komen. Dus ik heb echt even tijd nodig om dat wat exacter uit te zoeken. Dus ik kan ook niet zeggen, nou ja, dat komt voor de zomer wel voor elkaar. Maar als u een harder beeld wil hebben, dat is wel mijn streven om dit gewoon toch snel te doen. Interruptie, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, die tijd die gun ik het college, hè, want, maar dan heb ik toch wel wat toezegging nodig. Want dan heb ik ook wat meer ruimte voor andere agendapunten, want dan heb ik geen tijd nodig om een motie te schrijven. Dus ik zou toch aan willen vragen, want u geeft al wat meer richting aan. Er is onderzoek nodig, er is budget bij nodig, begrijp ik allemaal. Hè, dat u toch wat meer toezegging doet voor maximale inzet, want handhaving... voorzitter, daar hebben we de afgelopen tijd, voor de portefeuille hier kwam, uitgebreide discussie over gehad. En handhaving is niet het sterkste punt van onze gemeente. Dus laten we die even vergeten, dan liever maatregelen. Dus een klein beetje meer toezegging, maximale inzet en maximaal voorkoming. Interruptie, de heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind dat we nu toch een beetje te ver doorschieten. Want we zijn het met z'n allen over eens, er moet gehandhaafd worden. Maar dat geldt voor alle fietspaden. En dat geldt niet alleen voor fietspaden, dat geldt voor voetpaden, dat geldt voor gewone wegen. Dat geldt zelfs omgekeerd ook, dat we geen draad spannen over mountainbike routes. Dus ik vind wel dat we moeten nu niet aan dat kleine uitbreiding van dat tracé in één keer een handhavingsopdracht koppelen die voor de hele gemeente geldt. Laten we alsjeblieft wel met beide benen op de grond blijven. Voorzitter. Mevrouw Bakelaar, interruptie. Nou, korte interruptie. Ik onderschrijf wat de heer Bongers zegt. Want we moeten ook even kijken in een reactie op wat de heer Jonge zei van handhaving. Dat wordt hier niet zo gedaan. Ja, daar neem ik afstand van. Want wij zijn degene die zeggen hoeveel geld er naar handhaving gaat. En op dat moment ga je handhaving inzetten. Dus het balletje ligt hier bij ons, meneer de Jonge. Interruptie, de heer de Jonge. Ja, voorzitter, ik wil daar graag op een andere termijn discussie over voeren. En wat ik zeg concreet is, met ook de opmerking die ik erbij gemaakt heb, dat het mij niet om de handhaving gaat, maar om maatregelen om te voorkomen dat de motorvoertuigen over dat fietspad rijden. En ik ben met iedereen eens dat het voor alle fietspaden hier geldt. Hè. En als je het hebt over een ATB-pad, dat was nou juist een pad waar de draad is gespannen, waardoor een rustgebied en een ecologisch hoogstructuurgebied ging. Ik vraag om een maatregel ter voorkoming dat daar motorvoertuigen over dat fietspad en over de Ziel gaan. Dan gaan we nu weer terug naar fietspad Dunnewind, naar dit uitstapje. Het woord is aan de portefeuillehouder. Ja, ik wil dat graag nader bekijken. Als het zo simpel was, dan hadden we het misschien al. Het vergt toch echt even technisch nadenken hoe je wel de motorenfysiek weert en de andere motor georganiseerde hulpverleningsvoertuigen er wel doorgaat. Zo simpel is het niet. Daar hebben we echt even tijd voor nodig om dat te doen. Daar hangt een kostenplaatje aan. Ik wil overleg voeren met in ieder geval de instanties die daarmee bezig zijn. En nou ja, ook op plaats van belang. En ook de aanwonende, meneer Snoeks, die echt klaagt over overlast. Daar wil ik daar zeker ook wel bij betrekken. Ja, dat vergt toch enige tijd om dat te doen. En nogmaals, ik moet ook echt nog maar zien hoe we het fysiek doen. En terecht heeft de CDA-woordvoerder gezegd, moet ik wel even nadenken over toegankelijkheid van de hulpvoertuigen. En de hulpvoertuigenstrategie is opgericht dat als er gewonden zijn of er is iets, dat ze een verkennend motorvoertuig vooruitsturen om te kijken of we daarmee kunnen doen. Dat zijn die ambulancemotoren, misschien heb je er wel eens gezien. Dat is een motor. Dat is nog even iets anders dan een ambulance of ja, misschien een verpleegster te paard, dat weet ik ook niet. Maar daar moet je ook zeker wel even naar kijken hoe we dat doen. Het is terecht dat CDA dat heeft gezegd. Ik heb dat verder in het debat niet zo teruggevonden, maar ik vind het wel een argument om even te zien of dat ook gedekt is. Dus kortom, het is best complex om te kijken hoe we precies het goede doen. En daar heb ik echt even tijd voor nodig. Ik heb net al mijn intentie uitgesproken om het snel te doen. Ik vind ook dat we gauw aan de gang moeten met het fietspad. Maar ik heb daar even wat tijd voor nodig. Ik heb daar wellicht nog wat geld voor nodig. Ik wil het afstemmen met de handhaving. Dat roepen heel veel mensen ook. En daar is ook verdeling van een schaarse capaciteit. Dat is ook terecht gezegd. En ik wil ook zeker nog wel even luisteren naar meneer Snoek om ze even precies te horen wat daar nou gebeurt vanuit zijn kant. En dat wil ik voor de zomer proberen op te lossen. Jazeker, we gaan morgen aan de gang. De heer Mors.
Dank u, voorzitter. Deze toezegging van de portefeuillehouder is voor wat ons betreft op dit moment voldoende. En we wachten dan ook de resultaten af en we willen daar uiteraard graag ook bij betrokken zijn. Zoals ik zelf ook al heb aangegeven, ik rijd zelf op motor, ik wil mijn motor ook wel ter beschikking stellen om te kijken of dat kan, ja of nee. Dan trekken wij op dit moment het abonnement in. En we wachten nog op de uitkomsten. Dan breng ik het oorspronkelijke voorstel fietspad Dunnewind in stemming. Wie is daar tegen? Met de fractie van ChristenUnie en Partij van de Arbeid tegen is dit voorstel aangenomen. Nou is er op verzoek van de mensen uit Varssen dit agendapunt naar voren gehaald. Dus als u ons wilt verlaten, dan mag u dat nu doen. Het is ook interessant om te horen van hoe het met de financiële gesteldheid van de gemeente is. Dus, ik geef het woord terug aan de voorzitter. Dank u wel voor de belangstelling. We gaan gauw verder met de agenda. En ik kom bij punt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van de raad van 20 april. Kunnen wij dat zo doen? Ja, dan is die vastgesteld. Agenda punt 4, de ingekomen stukken en voorstellen naar aanleiding van de ingekomen stukken. Is daar nog woordvoering over nodig? Niet? Dan is bij deze de afdoening besloten. Dan zijn er mededelingen vanuit het college van BNB. Ik vind dat de burgemeester het voorrecht heeft, wethouder, om daar als eerste mee te beginnen. Dames en heren, ik was maandag in Almelo, in het Heracles-stadion, om het afscheid van onze inwoner Jan Smit bij te wonen, die 19 jaar voorzitter geweest van Heracles. Daarvoor een hele hoge koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Hij is officier Oranje Nassau geworden. De gemeente Ommen is mede ondersteuner en aanreiker geweest voor die hele hoge onderscheiding, ook voor de dingen die hij in Ommen heeft gedaan. En dat weet hij al veel beter dan ik. Hij heeft gewoon heel goed als ondernemer zijn deurwaarderszaak bestierd. Hij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de golfbaan en nog veel meer andere dingen. Dus ik zou heel erg graag hem feliciteren. En om dat verder uit te drukken, zou ik u willen vragen om hem een staande ovatie te geven. Zullen wij dat doen? Dan gaan wij staan en gaan wij klappen voor Jan Smit. Goed, dank voor uw aandacht. Ik zal binnenkort een kop koffie met hem drinken om eens even te horen hoe het verder met hem gaat. De wethouder had ook nog wat mededelingen. Meneer Schelen. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst, we hebben op verzoek van mevrouw Makkinga eens nagegaan of het mogelijk is om mee te doen naar de koploperspositie. Dat is de koploperspositie voor de onafhankelijke cliëntenondersteuning. En gegeven het feit dat Ommen een redelijk unieke combinatie heeft van zowel professionele cliëntenondersteuning als ook vrijwillige cliëntenondersteuning. Dankzij onze vrijwillige ondersteuners hebben wij gemeend om inderdaad te moeten intekenen op die positie. En we hebben al begrepen dat wij nog wel een reële kans maken ook. Dus wij hopen daar binnenkort goed bericht over te hebben. Tweede mededeling betreft het Tinnen Figuurmuseum. Daar heeft u al een tijd lang niets van gehoord. We hebben zeer onlangs bestuurlijk overleg gehad met het Tinnen Figuurmuseum. En daar zijn een aantal dingen wel uit te vertellen. De eerste is dat het Tinnen Figuurmuseum bestuur vaststelt dat in Ommen in toenemende mate er belangstelling is voor het museum en dat het ook zich uitbetaalt. Er zijn vrienden, maar er zijn ook sponsoren die toch mogelijk maken dat het museum steeds beter op eigen benen staat. Het is nog niet helemaal klaar, maar het gaat wel steeds beter. Men neemt zijn verantwoordelijkheid. Er is ook sprake van een initiatief om vertalbreed musea aan elkaar te koppelen, samen met historische verenigingen. En ook daar is het Tinnen Figuurmuseum redelijk actief in. En tenslotte, we hebben ook initiatief genomen als gemeente om ook bij de provincie aandacht te vragen voor bovenlokale musea hier in Overijssel. Wij zijn eigenlijk de mening toegedaan dat de provincie wel erg veel aandacht heeft
mooie aandacht overigens voor de fundatie en ook het museum in Enschede. Maar we denken dat andere musea in deze provincie, waaronder het Tinnenfruermuseum, ook wel degelijk aandacht verdienen. Dat heeft geleid tot een wethoudersberaad waar ook de provincie nu in aangehaakt is. Dus dat kan wellicht nog iets heel moois worden. Ten slotte, voorzitter. U bent zeer onlangs in deze gemeente gekomen. Wat u nog niet weet is dat deze gemeente mogelijk een parel heeft die zelfs werelderfgoed zou kunnen worden. Dat is de Kloning der Weldadigheid. Dat is een uitzonderlijk experiment. En laat nu net gisteren het boekje De Kloning van de Weldadigheid een uitzonderlijk experiment zijn verschenen. Het is overigens niet allemaal even prachtig wat gebeurd is, maar het is wel een zeer bijzonder experiment geweest. We hebben voor elk van de raadsleden een exemplaar, zeg maar, die is achter mij, die kunnen straks worden uitgedeeld. Maar ik wou u eigenlijk de eerste uitnodigen. Dat is wel mooi. Ja. Meneer de wethouder, dank u wel. Bij deze. Dank u wel. Ik zal straks de rest doen uitreiken. Tot zo. Tot zover, voorzitter. Goed, dat waren de mededelingen van het college. Is er verder nog reactie op nodig? Nou, het boek krijgt u, daar gaan we verder mee aan de slag. Met uw welnemen ga ik naar agendapunt 6, de hamerstukken. En gehamerstukt wordt de actualisatie van het kwijtscheldingsbeleid. Zijn daar stemverklaringen bij van uw kant? Dat is niet het geval. Dan mag ik aannemen dat het unaniem is aanvaard. Dat is mooi. Dan gaan we naar agendapunt 7, de jaarstukken 2016 en de resultaatbestemming 2016. Dat is vorige week al aan de orde gekomen bij de rekeningencommissie. Daar zijn wat punten gemaakt. Ik kan bijna niet voorstellen dat de raad er nog uitgebreid nieuwe dingen aan wil toevoegen, maar je weet het nooit. Dus wie wil het woord? Even kijken. Het was een uitnodiging. Meneer Moren was het eerst. Van de Moren, ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij houden wel van uitdagingen. Wij zijn nu toegekomen aan het agendapunt dat drie onderdelen kent. Het jaarverslag 2016, de jaarrekening 2016 en het voorlopige accountantsverslag. En in die zin hebt u wel een punt dat dit niet heel veel opmerkingen behoeft. We hebben dan ook geen technische vragen ingediend en de reden daarvoor was dat in elk geval voor de fractie van de ChristenUnie de betreffende stukken op een wat lastig moment in de periode van afwezigheid zijn ontvangen. Tegelijk willen we benadrukken dat de stukken die meegelet op de taak die wij vinden, die wij hebben als raadslid, dat die stukken ons ook niet veel aanleiding hebben gegeven tot het stellen van technische vragen. En wat ons betreft kan de jaarrekening 2016 worden vastgesteld. Of we daarmee, en dat wordt wel degelijk een serieus punt, of we daarmee ook aangeven dat we een helder en duidelijk onderbouwd beeld hebben van hoe Ommen er daadwerkelijk voor staat. Wat dat betreft, meneer de voorzitter, vertrouwen wij op de textuele gegevens totdat het tegendeel blijkt. Het jaarverslag 2016, dat nemen wij voor kennisgeving aan. De PR-stijl die we zo hier en daar aantreffen, spreekt ons niet zo aan. Natuurlijk mag je successen noemen, maar alweer of de gepresenteerde werkelijkheid ook aansluit bij de textuele voorstelling van zaken. En wat de overige voorstellen betreft, stemt de ChristenUnie-fractie in. We willen nog wel de top 3 aandachtspunten van onze accountant benadrukken. De noodzakelijke verbetering betreffende inkopen en wat ermee annex is. En de kantje boordwaardering van bouwgronden niet in exploitatie. En het onderwerp sociaal domein. Voor ons spelen de laatste punten een belangrijke rol bij de net genoemde vraag of we als raad nu echt een duidelijk en reëel beeld hebben van de werkelijke financiële omstandigheden waarin Ommen verkeert. En we willen ook nog wel dit kwijt en zullen dat de bestemde plekken nog wel verder met elkaar bespreken, denk ik, dat in de bijeenkomst die we als vertegenwoordigers van de raad hebben gehad onder leiding van de accountant, ons wat is tegengevallen en daar willen we graag nog een keer breder over doorspreken. Dus de voorbereiding voor de behandeling van de financiële stukken. Dank u. Ik ga naar de vertegenwoordiger van de LPO-fractie, meneer Bommers. Ja. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de gemeente Ommen heeft in 2016 flink aan de weg getimmerd.
Zoals het college het zelf aangeeft, het was een jaar met veel gebeurtenissen. Mede geholpen door de aantrekkende economie is het woningbouwprogramma in Ommen goed op stoom gekomen. En dat is mooi om te zien. Zowel de Vlierlanden als in het havengebied zijn er volop bouwactiviteiten. Ook zijn wij als LPO verheugd met de realisatie van de Bosklusschool en de verbouwing van de school aan de Ommekanaal. En mede dankzij de goede inspanningen van onze voormalige burgemeester Bouwmans zien we nu ook een positieve ontwikkelingen op het bedrijventerrein de Robbrink. De risico's die we als gemeente daar lopen nemen gelukkig af. Wel vragen wij ons af wanneer het paviljoen op de markt gebouwd gaat worden. We hebben de projectontwikkelaar immers niet voor niets een extra miljoen euro gesponsord bij de herziening van de centrumplannen. En hoe zit het met de verkoop van de gemeentelijke bouwkavels op de boerenerven? Ondanks gewijzigde strategie bij het bouwteam van de gemeente zien we nog steeds weinig resultaten. Financieel gezien zijn er nog weinig tekenen van herstel te zien. Helaas. Want ondanks allerlei lastenverhogingen zoals de WOZ, de forensenbelasting, de toeristenbelasting, zien we dat de solvabiliteit nog bijzonder laag is. Nog geen 10%. Het college maakt graag vergelijkingen met andere gemeenten om te laten zien hoe goed het is in Ommen. Maar wat betreft de solvabiliteit gaat dat zeker niet op. Het financiële resultaat over 2016 is allesbehalve rooskleurig. Door met miljoenen euro's te schuiven van de ene reserve naar de andere reserve, wordt de suggestie gewerkt dat Ommen in 2016 miljoenen heeft verdiend. En met bezuinigingen op de zorg lukt het college zelfs om zwarte cijfers te schrijven. Bijna 1,25 miljoen euro wordt overgehouden op WMO, mantelzorg, bijstand en de WSW. En dit terwijl de uitkeringsbestand in 2016 met 19 personen gestegen naar 267 personen. Met wederom een stijging van de woonlasten is het zogenaamde financiële herstel voor de inwoners van Ommen niet merkbaar. Benieuwd wanneer hier eens een trendbreuk gerealiseerd gaat worden. Voorzitter, de LPO heeft al vaker aandacht gevraagd voor het verbeteren van de inkoop. Recentelijk hebben we hier nog een amendement voor over ingediend om de inkoopafdeling eerder te positioneren. Ook de accountant vraagt expliciet om verbetermaatregelen rondom inkoop. In het bijzonder de naleving van de regels rondom EU-aanbestedingen, Europese aanbestedingen en het doorontwikkelen van de strategisch inkoopbeleid vragen extra aandacht. Met het debakel van de aanbesteding van de verbouwing van het Vechtelcollege nog vers in het geheugen, verwachten wij dan ook dat het college met concrete maatregelen komt over dit onderwerp bij de kadernota. En tenslotte, voorzitter, kijkt de LPO met grote belangstelling uit naar de kadernota van 2018. Wij zijn benieuwd, of misschien beter gezegd, wij verwachten bij het herstel van de economie dat er ook daadwerkelijk een structureel herstel van de gemeentelijke financiën gaat plaatsvinden. Tot zover, eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Meneer Moerman, de PvdA-fractie. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ook met dank voor de leesbaarheid van het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag nemen wij ook de kennisgeving aan. In de commissie in de ruimte, of in de rekeningcommissie, inderdaad ook uitgebreid in orde geweest. Wat betreft de jaarrekening hebben we eigenlijk maar één belangrijke opmerking. En die staat eigenlijk op bladzijde 48. En dan gaat het om een structureel overschot. Dat zou mooi, zou je denken, maar in dit geval is dat helemaal niet zo. Het gaat om een structureel overschot aan de reïntegratiemiddelen door de screening van de participatiepoor. Met andere woorden, er is een hele grote groep mensen waarvan wij dus blijkbaar zeggen, die kunnen we niet meer helpen. Wat gaan we dan ermee doen? Wat gaan we met die mensen doen? Gaan we nou werkelijk zeggen, goed, die 127.000 euro hebben we over, dat is mooi. En die mensen moeten het verder zelf maar uitzoeken. En hoe bepaal je dat? En wie bepaalt dat? En hoe bepaal je dat? Dat een bepaalde groep is, waarvan wij dus zeggen, daar gaan we geen energie of middelen meer insteken. Het kan toch niet zo zijn dat wij niet het uiterste doen voor juist die groep mensen. Voorzitter, dit was het. Dank u wel. Dan ga ik door naar de VVD-fractie, mevrouw Lachlas. Voorzitter, dank u wel.
Jaarverslag en jaarrekening ligt voor ons. Nou, het jaarverslag nemen wij voor het overgrote deel de kennisgeving aan. We hebben nog even een kleine opmerking. U heeft al eerder aangegeven dat u in wil zetten op de leesbaarheid van de stukken in het kader van het staatsmodel. Dat is natuurlijk heel vaak in de jaarrekening, de financiële stukken zo, maar we zullen ook heel graag wat meer aandacht willen hebben voor een goede samenvatting van het jaarverslag. Die in bij wijze van spreken een verslag in één oogopslag. We hebben een begroting in één oogopslag, maar een verslag in één oogopslag zou ook handig zijn. Met alle onderliggende stukken ter nalezing. Dat is voor de mensen buiten onze raad ook plezierig om kennis te nemen van. En nog even een algemene opmerking. In het raadsvoorstel staat bij de budgetoverheveling €38.000 voor de onrendabele aansluitingen van glasvezel. U geeft daar als voorbeeld bij het gebied rondom het sportpark. Maar wij geven het ook graag even mee om nog aandacht te hebben voor een aantal nog niet aangesloten percelen op het industrieterrein van Alteveer. Die zouden misschien wel meegenomen kunnen worden in dit verhaal. Goed, de complimenten van het geheel zijn al door de LPO gegeven. Nou, daar kan ik me wel bij aansluiten. Ik zal over de kritiekpunten op dit moment nog even niks zeggen. We hebben ook een kadernota, die hebben we al, meneer Bongers. Die heeft u al volgens mij al een week. Is misschien nog even aan uw aandacht ontsnapt, maar... U hoeft er niet meer met spanning op te wachten, dus ga niet zitten wachten, hij is er al. Even ten aanzien van de teksten nog, en dan zeg ik nog even iets over de jaarrekening. Wij blijven toch bezwaar hebben tegen het taalgebruik bij de lokale lastendruk. Daar heb ik wel eens eerder op gewezen en ik blijf het herhalen tot het u mee ophoudt. Want op pagina 119 meldt u weer dat wij op plaats 235 staan van de gemeente met de laagste woonlasten. Er zijn maar 390 gemeenten, dus we zitten duidelijk aan de verkeerde kant van de helft. Daar heb ik u al eens eerder op gewezen. Zeg nou maar gewoon, we staan op plaats 235, maar zeg er dan niet achter met de laagste woonlasten. Dat vind ik toch wel een beetje echt op het verkeerde been zetten. De jaarrekening. Wij kunnen ons goed vinden in de aanbevelingen van de accountant, maar wij hopen dat u ons... Kijk, van al die aanbevelingen, daarvan heeft u al eens een keer aangegeven van ja, dat vinden wij ook. Maar we zouden het toch graag eens een keer een planning willen zien wanneer u die verschillende onderdelen oppakt. Dat er gewoon een soort doelstelling geformuleerd wordt. Nou, dan en dan en dan hebben we het gewoon voor elkaar. Dan kunnen wij dat ook toetsen als raad, want daar zijn we voor. Nou, de risicopositie van de gronden, die ze net ook even aangestipt. Nou, daar viel bij ons echt ook Haven Oost weer op. Als toch wel een risicovol project. En wij willen u toch vragen om ook eens te kijken of de ontwikkeling in dat gebied weer opgepakt kan worden. In het kader van ontwikkelingen die er nu zo positief zijn. Vergeet dat stuk niet, want de boerenerven zijn net al genoemd. Nou, de Rotbrink is net al aangegeven dat dat leuk gaat in de Vlierlanden. Maar het viel ons toch wel op dat daar wel een extra, door de accountant ook een extra risicomoment werd aangetipt. Nou, verder geeft u terecht aan dat wij ons niet rijker moeten rekenen dan we zijn, hè, ondanks gezien de resultaten. En dat wij goed moeten passen op onze tellen. Maar ja, daar komt die mooie kadernota zo meteen voor aan. Dus volgens mij kan ik mij hiertoe beperken vandaag. Dank u wel. Dan gaan we verder naar de D66-fractie, meneer De Vries-Robles. Nee, doet het. Voorzitter, dank u wel. Ja, ook nog even van onze kant memoreren dat we in de commissie eigenlijk ook complimenten gegeven hebben over dat het jaarverslag er toch weer beter uitziet dan vorig jaar. En natuurlijk kijken we met een jaarverslag terug, dus we moeten daar vooral niet te lang bij stilstaan. Het gaat tenslotte om wat voor ons ligt. En dan hebben we het over kadernota, maar ook begroting. En daar wil ik wel... een aantal opmerkingen maken. In de kadernota vorig jaar hebben we ook al aangegeven dat er toch aandacht moet blijven voor het feit dat we structureel een wat betere solvabiliteitspositie zouden moeten krijgen dan we op dit moment hebben. Dus dat breng ik nogmaals onder aandacht, dat we met 9,3% wel echt aan de onderkant van het gemiddelde van Nederland hangen. En ja, dat is... Je kan erover discussiëren of een openbaar lichaam, of hoe je het wilt noemen, een gemeente, überhaupt wel naar een overschot moet streven. Maar als het gemiddelde in Nederland rond de 60% of 83% ligt en wij zitten op 9,3%, dan moet je toch even achter de oren krabben van of wij niet ook iets beter kunnen doen. In verband daarmee heb ik in het kader van in de commissie ook al gezegd dat het jaarverslag een verbetering geeft over wat wij nagestreefd hebben, hoe we dat geprobeerd hebben te bereiken en wat we gedaan hebben.
Maar we missen nog, en dat is, en u heeft daar wel op gereageerd, dus daar kom ik zo ook nog even op terug. We missen gewoon van, wat is nou de effectmeting die we zelf gedaan hebben? Hebben we nou gezegd, als we naar een 7 streven, dat we die 7 ook bereikt hebben? Of hebben we gezegd, ja, we streven misschien wel naar een 7, maar we hebben dit gedaan en dat gedaan. We weten eigenlijk niet waar we staan. En dat is iets waar wij zelf toch wel meer behoefte aan hebben. En dat is de discussie over de KPI's. En u heeft aangegeven dat we met de LIAS-software gaan werken, zodat we ook gaan deelnemen aan wat Zaanstad inmiddels realiseert aan openheid en transparantie naar het publiek. Maar waar het mij eigenlijk ook om gaat, is dat we natuurlijk hier in deze raad ons ambitieniveau horen vast te leggen. En dat heeft te maken met het vaststellen van KPI's. En daarom vraag ik u nogmaals, kunnen wij niet op vrij korte termijn die discussie met elkaar een keer aangaan? De volgende opmerking is dat de accountant terecht opmerkt dat wij ons keurig netjes aan de regelgeving houden rondom de verandering in het BBV rondom de grondposities. Maar dat er wel sprake is van een overgangsrekening tot 31-12-2019. Wij zouden wel de behoefte hebben dat u in kader van de begrotingsbesprekingen 2018 die we in het najaar ingaan, zicht geeft op hoe wij daar richting 31-12-2019 mee omgaan. Want we hebben nog wel een opgave op dat gebied. Dus kunt u toezeggen dat we in kader van de begrotingsbespreking daarop terugkomen en dat we dan het beeld over een aantal jaren naar die 31-12-2019 met elkaar kunnen bespreken. En als laatste wil ik nog even ingaan op het sociaal domein, ook al geremoreerd door de fractie van de LPO. Ja, het wordt geconstateerd dat we daar overschotten hebben. En nou wil ik de heer Bongers wel meegeven dat het natuurlijk niet de bedoeling is om geld uit te geven als dat niet nodig is. Dus als je een adequate voorziening in het sociaal domein kunt voor elkaar boksen en daarbij ook nog middelen overhouden die het Rijk in het gemeentefonds daarvoor toekent, dan lijkt me dat een nastrevenswaardige positie. Maar ik wil daar wel aan verbinden dat we ook gesteld hebben dat we in het kader van het sociaal domein nog een veranderopgave hebben. En dat we die veranderopgave wel met elkaar goed in moeten gaan steken. Dus ook vorig jaar hebben we die vraag gesteld. Kunnen wij als, ook weer als we naar de begroting kijken straks, van u een overzicht krijgen van de inzet van middelen die wij gaan plegen in het kader van de veranderopgave die we in het sociaal domein nog voor ons hebben. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat de middelen die we ooit voor het sociaal domein krijgen, dat we die ook daadwerkelijk inzetten om dat sociaal domein te verbeteren. Dus dat is een tweede verzoek in het kader van de begroting. Dan wou ik nog memoreren dat in mijn ogen in ieder geval inmiddels de risicoanalyseparagraaf in onze jaarrekening echt wel op orde is. En dat gaat dan met name om de reservepositie, hè, waar het over de risicoparagraaf gaat. Maar er zitten in de gemeente ook altijd nog wel andere risico's die niet zozeer verdisconteerd worden moeten in geld. Maar het zou lovenswaardig zijn om die andere risico's ook eens een keer te benoemen. En om nou maar een risico te benoemen waar we vaak niet aan denken. Maar we hebben in deze gemeente één groot veiligheidsrisico. De gasunie-installatie in Vilsteren. En misschien is het verstandig om over dat risico ook gewoon eens een statusrapportage in de jaarrekening op te nemen. Nou, dan heb ik u dus een aantal dingen gevraagd. Ten eerste de KPI-discussie. Kunnen we die met elkaar aangaan om ons ambitieniveau vast te leggen? De overgangsregeling tot ultimo 2019, of we daar in het kader van de begroting aandacht aan kunnen besteden. En of u in het sociaal domein ons een overzicht wil geven van de middelen die we willen inzetten om de transitie verder vorm te geven. Dan wil ik nog een laatste opmerking plaatsen over het feit dat de accountantsverklaring nog niet definitief is. Kunt u zeggen op welk moment er de verwachting is dat we die verklaring wel hebben? We weten dat eind van de maand al toegezegd is, maar kunt u ook aangeven of dat een reële verwachting is? En als laatste wil ik daar nog wel bij opmerken dat ik zelf werk in een bedrijf wat met 144 gemeentes werkt in het kader van het sociaal domein, zowel jeugdzorg als WMO. En wij hadden al onze accountantsverklaringen voor 1 april voor elkaar. Dus het is wel degelijk mogelijk. En misschien dat daar ook enige nadere druk voor nodig is. Dank u. Ik ga verder met de VOV-fractie, meneer Middelkamp. Ja. Ik begin maar, voorzitter. Dank u wel.
Voorzitter, allereerst in navolging van de opmerking van de ChristenUnie wil ook onze fractie iets kwijt over het proces. Dat hebben we al heel kort gedaan in de rekeningcommissie, maar dat willen we hier nog een keer herhalen. Het was niet alleen maar zo, zoals de ChristenUnie aangaf, dat we kort tijd hadden om onze controlerende taken uit te voeren en ons door veel papieren te worstelen. Maar helaas is in de planning die is afgegeven de beantwoording van de ingediende vragen zo laat beantwoord dat die pas in tweede instantie na de commissievergadering kon worden bestudeerd. Dat heeft in het geval van de fractie van de VOV geleid tot vervolgvragen die we helaas opnieuw schriftelijk moesten indienen. Dat heeft keurig netjes in een hele korte tijd tot antwoorden geleid. Alleen die antwoorden die zijn nog steeds niet bevredigend. En het vervelende van deze werkwijze, voorzitter, is dat het voor een gemiddeld raadslid heel erg lastig wordt om zo onze controlerende taak uit te voeren. Het is weliswaar, dat is een aantal keren ook gememoreerd, dat we terugkijken. Misschien moet je daar niet al te lang bij stilstaan. Maar we hebben nou eenmaal die taak. En die taak, voorzitter, die nemen we serieus. Dus we zouden heel graag zien dat dat in de toekomst wat anders wordt aangevlogen. Dan, voorzitter, hebben we tot nu toe, en dat zal waarschijnlijk zo blijven, in deze behandeling van de financiële stukken, gelukkig geen discussie over hoeveel winst en hoeveel verlies we gemaakt hebben. Dat hebben we de afgelopen jaren wel gekend, nadat er allerlei berichtgeving in de media heeft plaatsgevonden. En het doet me deugd, of het doet ons deugd, onze fractie deugd, dat we het daar niet over hoeven hebben. Maar waar we het, wat onze fractie betreft, wel over moeten hebben, zijn een tweetal suggesties die in de media gedaan zijn, waar we onze analyse en onze visie op willen geven. En de allereerste, voorzitter, gaat over een bericht in de Stentor, waar onze portefeuillehouder in geciteerd wordt. En ik mag aannemen dat dat op juiste wijze heeft plaatsgevonden. En dat luidt ongeveer als: raadsleden moeten zich niet rijk rekenen. Voorzitter, dat kwam wel even hard aan. A, dat we dat via de krant moeten lezen. En B, voorzitter, dat het de suggestie zou kunnen wekken dat raadsleden geld over de balk smijten alsof het niks is. Een tweede uiting in de media, voorzitter, gaat over de inzet van het financieel herstel. En over beide zouden we hierna een korte analyse willen geven. Want wat is het geval, voorzitter? We hebben afgelopen jaar net zoveel ontvangen als dat we hebben uitgegeven. Er zit een heel klein plusje tussen, maar het is orde grootte precies hetzelfde. Oftewel, kosten en baten zijn in evenwicht. Maar als je dan eens, en dat is een optelsom van alle plussen en minnen, en et cetera. Maar als je daar dan eens dieper op inzoomt, dan valt er een aantal posten, en ik noem er drie, valt in positieve zin wel heel erg groot op. We hebben €200.000 meer beschikbaar gekregen uit de algemene uitkering. We hebben Innexis aandelen verkocht voor ongeveer €350.000. En het sociaal domein heeft €900.000. Dat wordt verklaard in de stukken. Maar je kan er ook op een andere manier naar kijken. Dan is het 1,2 miljoen, is zojuist al gememoreerd. In totaal ruim 1,5 miljoen aan meevallers die er wat ons betreft toe leiden dat we qua kosten en baten ongeveer gelijk uitkomen, voorzitter. En daar zouden we graag een reactie op willen horen als het gaat om hoe het financieel herstel zich heeft ingezet. Dan even over de reserves, is ook al gememoreerd. We voegen 7,2 miljoen toe aan onze algemene reserve. Maar waar komt dat geld nou vandaan? Hebben we dat bespaard? Hebben we dat ergens aan overgehouden? Nee. We hebben dat gehaald uit andere potjes, namelijk 6,2 miljoen uit dekkingsmiddelen. De reservering voor graven hebben we teniet gedaan en er waren nog wat stelposten die hebben we laten vervallen. In totaal een bedrag van 8,9 miljoen, voorzitter, naar ons idee. Dat is vrijgevallen uit beschikbare reserves. En daarmee hebben we onze algemene reserve voor 7,2 miljoen geüpgraded. En ten derde, en dit gaat ook over het financieel herstel, het is niet nu op dit moment op de agenda, maar we hebben het inmiddels in ons bezit. De eerste bestuursrapportage, voorzitter, geeft tot nu toe, begin 2017, een negatief resultaat van €750.000 te zien. En daarvan is, en dat is heel erg belangrijk, denken wij, een bedrag van €550.000 structureel. Dus als we al deze elementen even bij elkaar op een rijtje zetten, in hoeverre zouden raadsleden zich niet rijk moeten rekenen en hoe zit het precies met dat financieel herstel? En daar horen we heel graag een reactie van de portefeuillehouder op, voorzitter.
Voorzitter, het volgende onderwerp gaat over de overschotten in het sociaal domein. Daar hebben we eind vorig jaar bij de begrotingsbehandeling een overzicht na heel veel energie samen met mensen van de BOH tot stand gebracht, waarin we hebben geprobeerd cumulatief het verloop van de overschotten in het sociaal domein te kunnen volgen. En waarom hebben we dat nou gedaan? We willen geen bestemmingsreserve, dat hebben we afgesproken, dat doen we ook niet. We hebben een motie ingediend van kunnen we daar niet toch een betere grip op krijgen. Dat heeft het niet gehaald, maar met bijval van sommige andere fracties, voorzitter, hebben we afgesproken, en dat heeft de portefeuillehouder ook toegezegd, dat we de cumulatie van de overschotten, dan wel de tekorten, hè, dat kan natuurlijk ook, keurig netjes in beeld krijgen, omdat we immers hebben afgesproken dat het budget voor het sociaal domein besteed wordt aan het sociaal domein en niet aan andere aspecten. Voorzitter, helaas hebben we, en dan grijp ik even terug naar het proces, in eerste instantie tot twee keer toe schriftelijk moeten vragen om dat overzicht van waar staan we nu precies. En helaas hebben we dat overzicht nog steeds niet gekregen. Dan ga je daar zelf mee aan de haal en zelf interpreteren. En dan zeg je, ja, maar hoe zit het dan met die eigen bijdrage? Zit dat er wel in? En is het nou 9 ton of is het 1,2 miljoen? Orde grootte, voorzitter, is naar ons idee het overschot in het sociaal domein inmiddels opgelopen tot en met 2016 naar zo'n slordige 2 miljoen euro. Het wordt nog verbazingwekkender als we terugkijken naar de klankbordgroepbijeenkomst van vrij recent, waarin in een financieel staatje ongevraagd zomaar ineens voorbij kwam, waar 1 miljoen euro per jaar verlies gepresenteerd wordt. En dan zijn we helemaal los, voorzitter. En als een raadslid dat een controlerende taak serieus neemt, zouden we toch heel graag dat overzicht willen hebben. En wij verzoeken u bij deze nogmaals om voor de definitieve besluitvorming over de stukken, nu gaat het over de inhoud, de besluitvorming is, dacht ik, 29 juni, zo uit mijn hoofd, dat we op dat moment het volledige overzicht met alles erop en eraan, wat hebben we binnengekregen, wat hebben we uitgegeven en wat is de stand, gecumuleerd en wel, binnen het sociaal domein, voorzitter. En daar zou u ons heel erg gelukkig mee maken. Dan een kleiner puntje, hebben we ook niet echt een goed antwoord op gekregen. We hebben gevraagd hoe het zit met het risico ten aanzien van de beroepszaken in de forense belasting. Daar loopt nog een aantal zaken, misschien is daar inmiddels een nieuw inzicht in of zijn er uitspraken. Maar het antwoord op het risico is geweest, en u heeft dat wellicht kunnen lezen in de stukken, dat als de rechters de mening van de heffingsambtenaar volgen, dan lopen we geen risico. Maar het is uiteindelijk, voorzitter, aan de rechter om te bepalen en uitspraken te doen. En tot het moment waarop dat gedaan is, is er wel degelijk risico. En ook daar zouden we graag van de portefeuillehouder een reactie op wensen. Het laatste onderwerp waar we geen antwoord op hebben gehad, voorzitter, is de voorziening voor wethouders en burgemeesters. Die voorziening waaruit wachtgeld wordt uitgekeerd, wordt gebruikt. Minus genoten inkomsten. We hebben over de optelsom van de genoten inkomsten een vraag gesteld. En tot op de dag van vandaag, voorzitter, hebben we daar geen inzicht in gekregen. En willen we onze controlerende taak goed doen, en we hebben die vraag nou eenmaal gesteld, dan willen we daar ook een antwoord op. En misschien dat de wethouder dat zo dadelijk ons alsnog kan presenteren. Tot slot, voorzitter, maken we een bruggetje. Misschien is het wel een ander agendapunt wat hierna komt, maar dan heb ik hem nu maar vast genoemd. Dan hoef ik niet nog een keer aan te treden. Het gaat over de jaarrekening 2016 van de bestuursdienst Ommen Hardenberg. En daarin zien we een storting van 4,5 miljoen in de reserve organisatieontwikkeling. Daar hebben we vragen over gesteld. En als je naar die reserve kijkt, dan zien we dat er inmiddels 3,3 miljoen... en dan schrijven we anno 2017 3,3 miljoen aan frictiegelden nog in die pot reserve organisatieontwikkeling hebben staan. Voorzitter, de vraag luidt, is het anno 2017 nog realistisch om van die 3,3 miljoen uit te gaan? Want kijken we naar de algemene reserve, dan staat die keurig op 6 ton zoals we hebben afgesproken. Maar moet daar nog 3,3 miljoen in zitten? En als dat het geval is, wat is daar dan van de reden, voorzitter? En daarmee sluiten we onze eerste termijn af. Hartelijk dank. Oké, dank u wel. Dan gaan we naar de CDA-fractie. Mevrouw Bakelaar gaat het zelf doen. Oké. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vorig jaar ben ik mijn bijdrage bij de behandeling van de jaarstukken toen. Ben ik begonnen als, je kunt het verleden niet veranderen, maar door wat je nu doet kun je wel bouwen aan de toekomst. En dat is wel wat er precies gedaan is. En dat is ook zichtbaar in de cijfers voor 2016. Want meerdere sprekers hebben het al gezegd, we bouwen weer, zowel letterlijk als figuurlijk. En wat het CDA betreft houden we die lijn stevig vast.
Onze financiële indicatoren die zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Niet allemaal, maar de meeste wel. Alhoewel, het is al eerder gezegd, de solvabiliteit, maar ook het weerstandsvermogen is en blijft een aandachtspunt. Maar we moeten ook kijken naar wat wel goed gaat. En op een aantal fronten is er wel zeker verbetering zichtbaar. En dit geeft ook de accountant aan. Want zo is ook de netto schuldquotas lager dan in 2015. En ook de ratio grondexploitatie is goed gedaald. Maar zijn we er dan? Nee, natuurlijk niet, want we zullen altijd waakzaam moeten blijven op onze financiën. En we zullen ook de grondexploitatie, het is al eerder gezegd, ook in relatie tot die wet en regelgeving die daarbij hoort, in de gaten moeten houden. En ook wij vragen extra aandacht voor de vlierlanden daarin. Maar we moeten ook zorgen dat we de goede dingen blijven doen. En dus dat betekent wat ons betreft ook geld blijven steken in de zorg. En dat doen we in Ommen, doen we goed. En we hebben daar vertrouwen in de manier waarop het college inzet op die transformatie van de zorg. En de extra financiële middelen die we ook vorig jaar opzij hebben gezet voor de zorg, die blijven ook voor de zorg en de transformatie beschikbaar. Voorzitter, tot slot nog een aantal korte opmerkingen over de stukken. Er is heel veel inzet gepleegd om de stukken weer gereed te krijgen dit jaar. Er is genoeg over het proces gezegd. Maar voorzitter, we hebben heel veel pagina's voor de kiezer gekregen in de commissie al. En we willen mevrouw Legassuiter overzichtelijke jaarstukken. En niet alleen voor ons, maar juist voor de inwoners. We hebben een toezegging gehad van de wethouder dat in ieder geval niet de komende begrotingscyclus, maar de begrotingscyclus daarna. Dus nog graag een toezegging erop of dat klopt. Dat we dan ook gaan werken echt met het nieuwe model. Of het nou Zaanstad is of anderszins, hè, dat doet er niet toe, maar in ieder geval overzicht. Zodat we ook kunnen zien van wat hebben we nu beloofd, waar staan we nu en vervolgens ook wat gaan we doen. We zijn tevreden met de gepresenteerde resultaten. We hebben stevige opgaves en ook besluiten moeten nemen vorig jaar. En ik denk ook dat het een compliment is voor iedereen die daaraan gewerkt heeft, zowel college als ook de ambtelijke organisatie, om te zorgen daar waar we nu staan vandaag de dag met deze jaarresultaten. Natuurlijk zit er ook een economisch herstel in, maar ik denk dat we ook heel veel gedaan hebben, ook veel gevraagd hebben van wellicht onze toeristen, onze forensen, onze inwoners. Maar er was ook hard nodig om juist, hè, wat de VOV ook zegt, om juist ook geld te kunnen hebben voor de zorg en ook voor onze voorzieningen die we willen en hebben in Ommen. En daar wilde ik het bij laten. Dank u wel. Oké, de raad heeft zijn eerste termijn gehad. Alles is gezegd. Dan gaat het woord naar het college. Wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is goed om te vernemen dat toch meer een deel van de fracties in ieder geval tevreden zijn over de stukken en de inhoud daarvan. Hoewel er wel wat nodig over te zeggen is. En ik denk dat allen en de heer Middelkamp verwoorden dat denk ik het meest pregnant wel het idee hebben van goh, we moeten nog eens even goed kijken naar onze planning. Want het is voor een raadslid niet te doen zeg maar om in twee dagen de stukken, de beantwoording te lezen. Laat staan als dan het college ook nog een dag te laat komt. En dat boetekleed trek ik graag aan. We hebben richting de agendacommissie ook al aangegeven dat we voor de planning voor volgend jaar echt moeten proberen om er tenminste een week tussen te hebben. Dan ga ik successievelijk even de bijdrage van de fracties af, de heer Van der Mooren. Ja, het beeld, is dat nou het beeld wat oprijst, is dat nou het goede beeld? En ik begrijp je twijfel. En dat is ook exact de reden waarom, zeg maar, naar aanleiding van persvragen, het college ook heeft aangegeven van ja, er is nog veel onhelder. En het begint natuurlijk met de Rijksbijdrage zelf voor de komende jaren. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat we de consequenties van nieuw kabinetsbeleid niet kunnen inschatten. Laat staan dat we nog steeds geen nieuw kabinet hebben. Misschien krijgen we er ooit een. Maar wat ook lastig is, is dat wij nog steeds ook de mei-circulaire, ja het heet de mei-circulaire, maar we hebben ook steeds de mei-circulaire, dus de bijdrage van het Rijk voor het komende jaar en meerjarig, hebben we ook nog steeds niet. Verwachting is overigens dat die eind deze week komt. Maar ja, dan moet die natuurlijk nog eventjes, want het is zeer ingewikkelde materie, zeg maar, worden doorgerekend. Maar we doen ons uiterste best om in ieder geval de tijden van de kadernota-bespreking u op de hoogte te stellen van de effecten daarvan. Dus ja, meneer Van der Moor, ik deel uw punt van de beeldvorming. Pas er mee op dat je denkt dat je alles weet.
Het is wel zo dat we natuurlijk ons uiterste best hebben gedaan om in de jaarrekening en ook het jaarverslag te reflecteren op datgene wat in de begroting hebben beloofd. En dat hebben we wel geprobeerd zo eenduidig mogelijk ook te verwoorden. U geeft dan ook aan dat zeg maar in de verwoording moet oppassen dat je niet PR bedrijft. En dat is altijd een lastig punt in de verwoording. Hè. We hebben erg droge stukken gehad de afgelopen jaren. Daar was ook terecht de kritiek op. En ik denk, maar daar kom ik straks nog op terug als ik reageer op de suggestie van mevrouw Lagas. Toch eens even kijken van misschien moeten we een onderscheid maken tussen de formele stukken zoals u als raad dat ook voorstelt. En opleggers, rekeningen in één opslag en wat iets meer zijn. Ten slotte, heer Van der Moor, u wees op de top 3 van de accountant. De inkoop, de bouwgronden en het sociaal domein. Laat ik daar kort over zijn en daarmee ook al antwoord geven op vragen van anderen. Kijk, qua inkoop is er erg veel gedaan de afgelopen tijden. En ik denk dat het ook goed in de reactie van de accountant te zien is. De resultaten komen er echt aan. En het komt ook omdat zeg maar de bestuursdienst Om Hardenberg echt uitstekende maatregelen heeft genomen om inkoopprocessen verder te centraliseren. Spendcontroles uit te voeren en zeg maar ook intern de vinger op de pols te hebben. We zijn er nog niet helemaal, maar je ziet al wel dat er een groot verschil is tussen de waardering van de accountant als het gaat om Ommen van vorig jaar en dit jaar. Vorig jaar hadden we op dat punt een beperkende verklaring. Dit jaar hebben we een goedkeurende verklaring. Dus juist op dat punt hebben we als Ommen, kunnen we dat ook laten zien, is er progressie. Meneer Van der Moorden wees ook terecht op het punt van de bouwgronden niet in de, die niet al zijn, in gebruik zijn genomen. De accountant zegt daarvan dat we uiterlijk in 2019 daarmee aan de slag moeten. En ik begrijp ook van andere fracties dat we daar dus niet op moeten wachten. En dat spreekt voor zich. En dan gaat het inderdaad met name om Haven Oost. En dat heeft wel degelijk ook de aandacht van het college. Het sociaal domein, daar kom ik straks wat uitgebreider over te spreken. Eén ding is wel duidelijk. Bij het sociaal domein is en blijft het probleem dat de gegevens die wij krijgen van derden, van anderen, niet tijdig zijn. En daar kan de gemeente niks aan doen. En daar kan de accountant dus ook niks aan doen. En dan gaat het, zoals u weet, om gegevens vanuit de regio en vooral ook van de sociale verzekeringsbank. En zolang die gegevens niet op tijd worden verstrekt, kan de accountant wettelijk niet zeg maar zijn definitieve oordeel geven. We hebben afgesproken, dat is een harde afspraak, dat eind juni zeg maar, hij dat oordeel wel degelijk geeft. Op basis van alle gegevens die hij heeft. Dat moet ook, omdat de jaarrekening uiterlijk bij 15 juli bij de provincie moet liggen. De heer Bongers, nou, dank voor uw complimenten op de inhoud. Inderdaad, er is weer reuring zeg maar, in Ommen met woningbouw, met scholenbouw en inderdaad ook de Rotbrink. De risico's nemen inderdaad af, maar we zijn er nog niet helemaal en dat ben ik geheel met u eens. U vroeg nog meest specifiek naar een aantal elementen, bijvoorbeeld van de verkoop bij de boerenerven. Ik zeg u graag toe dat er nog voor de zomer een compleet overzicht komt van de woningbouwacties, inclusief de versnellingsagenda die wij daarbij voorstaan. Ik doe dat nu anderhalve week en ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van wat de ambtenaren op dat punt aan het voorbereiden zijn. Wij pogen dat op tijd te doen. Financiële stel, is dat nou zichtbaar? Ik ben het geheel met u eens, ook andere fracties trouwens hebben daarop gewezen. De solvabiliteit is nog niet aan de orde. Dat is absoluut waar, dus daar moeten we aan werken. Andere indicatoren zijn wel steeds positiever, maar we zijn er inderdaad nog niet. Dus daar moeten we zeker aan werken en daar gaan we ook aan werken. Dan het verhaal van de zorggelden en het sociaal domein. Ik vind het wat ingewikkeld om nu met cijfers te strooien, ga ik ook niet doen. Maar ik ga u wel één algemeen punt zeggen. Het is een wijdverbreid misverstand dat Ommen meer geld overhoudt aan de zorg. Dat is gewoon niet waar. Ommen is sinds jaar en dag een nadeelgemeente. En dat betekent dat Ommen meer geld aan de zorg uitgeeft dan ze krijgt van het Rijk. En dat is exact ook datgene wat wij in de klankbordcommissie Sociaal Domein
hebben gepresenteerd, meerjarig. Waarom konden we dat doen? Omdat we eindelijk uit al die verschillende specifieke subsidies en algemene subsidies, het is een heel ingewikkeld verhaal, en ik snap dat de heer Middelkamp dat ook een ploetentocht vindt, dat begrijp ik. Maar één ding is nu duidelijk, zowel vanuit de oude elementen vanuit de zorg, hè, dus WMO oud om het zo maar eens te zeggen, als de nieuwe, hè, de decentralisaties, algemeen kunnen we stellen dat wij minder geld krijgen dan we begroten. En als we dan vervolgens minder uitgeven dan we begroot hebben, is dat op zichzelf genomen wel goed. Maar als je dan kijkt naar datgene wat wij van het Rijk krijgen enerzijds, en dat wat wij uitgeven als gemeente Ommen anderzijds, dan stel ik vast, en het is ook cijfermatig onderbouwd, dat we nog steeds meer uitgeven dan dat wij krijgen van het Rijk. En dat hebben wij cijfermatig onderbouwd in de klankbordcommissie. De heer Bongers wees ook nog op de inkoop. Nou, ik heb dus iets verteld naar aanleiding van de vraag van de heer Van der Moor over de inkoopexercities. En ik ben heel blij met de rechtmatigheidsverklaring op dat punt. De heer Moerman, dank voor complimenten over de leesbaarheid. Ja, en u heeft een heikel punt geduid, namelijk de reïntegratiemiddelen. Dat heeft u goed gezien. Dat is ook een punt wat ik zelf niet alleen gezien heb, maar ik ben er ook achterheen gegaan. Ik heb ook meegemaakt van hoe reïntegratiemiddelen ook in de praktijk in Ommen kunnen worden ingezet en wat daar de problemen bij zijn. En dan blijkt dat het een groot verschil uitmaakt welke doelgroep hiermee al dan niet worden bereikt. En we zien dan een groot verschil in de wil om geholpen te worden uit, van mensen uit Irak, Syrië enerzijds en Eritrea, de grote groep, anderzijds. Het is heel lastig om juist die laatste groep de goede hulp te bieden die dan ook echt doorkomt en waar men ook echt mee aan de slag wil. Zeker een zorgpunt en daar gaan we zeker mee verder. Ik ben ook met vluchtelingenhulp, met Humanitas in gesprek om te kijken of we dat kunnen intensiveren. Het is een lastig verhaal. Het gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar taalstimulering en andere zorg. Mevrouw Lagas. Ja, u deed een hele praktische suggestie om eigenlijk een soort jaarverslag in één oogopslag te doen. Ik vind het een hele leuke suggestie. Daar gaan we zeker mee aan de slag. En ik hoop dat we dat volgend jaar ook kunnen realiseren. Ja, uw terechte punt van de lokale lastendruk. Het is een, hè, je hebt van die punten, hè, die bijna onuitroeibaar zijn in stukken. Ik heb hem genoteerd en ik heb in ieder geval één positieve mededeling voor u. We zijn er dit jaar, we hebben de Coulo-gegevens geanalyseerd en dit jaar scoren we beter dan vorig jaar. Volgend jaar, nee, en niet van de laatste, zoals je zegt. Nee, we scoren beter dan vorig jaar. Volgende week in het college ligt een raadsbrief met de goede gegevens. We hopen dus zeer snel u daarover verder te informeren. Ja, u heeft ook de behoefte om heldere toetsingskader te hebben. Daar heeft de Vries Lobes ook nog wat over gezegd. Daar kom ik dus zo over terug. En ja, u had het ook over de haven Oost 2019. Ik denk dat het het punt daarvoor het meerjarenplan grondexploitatie is, zoals we dat elk jaar bij de begrotingsbehandeling voor hebben liggen. Dus ik denk dat we daar een plekje gaan geven. Dan de heer de Vries Lobes. Ja, ook dank voor uw compliment voor het jaarverslag. U ook wees op de solvabiliteit. Nou, daar ga ik dus verder dan ook niet op in, behalve dat we daar inderdaad mee aan de slag moeten. Ik wil er wel één opmerking bij maken. Solvabiliteit in publieke lichamen is en blijft natuurlijk wel een bijzonder fenomeen. Maar u wees er ook terecht op dat er ook andere indicatoren zijn die ons helpen. Ja, en u vroeg expliciet kunnen wij nou als raad vooraf het kader stellen? En daar heeft u natuurlijk volkomen gelijk in. Ik heb contact opgenomen met de agendacommissie om nog voor de zomer daarover met de raad te wisselen. Dat betekent dat wij dus met een concreet voorstel zouden gaan komen voor de indicatoren, planningproces wat iets meer zijn, in een informatiesessie. En dat zal dan ergens, wat als het aan ons ligt, medio juli zijn. Maar dat moet nog eventjes finaal worden vastgelegd. Ook voor u vroeg naar de grondexploitaties, als gezegd richting mevrouw Lagas. Wat ons betreft gebeurt dat in het meerjarenplan dat wij dit najaar u presenteren. Sociaal domein, hoe zit dat? Nou, ik heb net iets verteld
over zeg maar het geld wat om en besteed. En ja, cruciaal daarin is de veranderopgave. En ik denk dat we inderdaad in tijden van de begroting dat meerjarenbeeld gaan schetsen, inclusief de maatregelen die erbij zijn. We hebben een transformatieagenda gemaakt en we gaan dat zeker dan niet met u wisselen. Is de risicoparagraaf op orde? Ik denk dat in ieder geval de bodem, de weerstand, is inderdaad op orde. Maar er blijven altijd risico's. Ik heb er één genoemd, het Rijk. Ik vind het Rijk het grootste risico op dit moment. Al datgene wat wij kunnen doen, moeten we zeker in kaart krijgen en proberen te beheersen. Het punt van overigens wat u noemde over de gasunie. De gasunie is een allocatie, betekent dat er landelijke maatstaven voor zijn. Ook landelijke veiligheidsvoorschriften en wat iets meer zijn. Dan de heer Middelkamp. Nou, ik heb u al iets verteld over het proces en dus ben met u eens dat dat volgend jaar anders moet. Ja, de quote, raadsleden moeten zich niet rijk rekenen. Ja, dat is inderdaad zeker niet zo. Nou, als ik het al gezegd zou hebben, maar ik kan het me niet voorstellen. In ieder geval zeker niet zo bedoeld. Kijk, waar het om gaat is dat het beeld niet opspruit van, goh, Omme heeft 1,5 miljoen over. Wauw, we kunnen gaan uitgeven. Nou, zo moet Omme zich niet gaan rijk geven. Rekenen. En dat is in feite het beeld wat ik ook naar de pers heb uitgestraald. Het is een incidenteel gegeven en we moeten dus oppassen. En u zegt ook later terecht van nou, er is wel degelijk sprake noodzakelijkheid voor voorzichtigheid. Want u heeft terecht geanalyseerd dat kost en baten in Omme behoorlijk in evenwicht zijn. Er zijn nog wel een paar nuances in te hebben. Ik weet niet of de heer De Jong een interruptie wil plaatsen. Oké. Dus de kosten en baten in evenwicht. Er zijn nog wel een paar dingen bij te zeggen. Allereerst die 1,5 miljoen hè, die u duidde. Wat staat er tegenover? Ja, kijk, we hadden natuurlijk wel in één keer iets te nemen. En dat was meer dan 1 miljoen die we moesten nemen van de accountant vanwege het voorschrift dat wij onze huisvesting, onderwijshuisvesting van 60 naar 40 jaar moesten afschrijven. Een uiterst raar verhaal. En waarom is dat nou een uiterst raar verhaal? Omdat de gemeenten eertijds de onderwijshuisvesting gekregen hebben, ik zeg het even tussen aanhalingstekens, met het beding en ook het geld dat het in 60 jaar kon worden afgeschreven. Om vervolgens een paar jaren later te moeten horen van hetzelfde Rijk dat het maar in 40 jaar moet. Om vervolgens een aantal jaren, en dat is wat de accountant terecht heeft vastgesteld, van ja, dat het niet alleen gaat om 40 jaar vanaf het moment dat het Rijk dat heeft bepaald, maar ook nog eens een keer daarvoor. Dus het gaat in twee, salami gaat in plakjes, zeggen ze wel eens. Het Rijk is daar heel goed in. Heel vervelend, maar het is wel zo dat wij daardoor 1 miljoen moesten vrijmaken. Dat is wel eenmalig. Dus in zoverre is er wel wat lucht in termen van financieel herstel. Terecht wijst u erop dat er wel nog wel een paar structurele posten aankomen. De bestuursrapportage wees u al op. En u heeft ongetwijfeld de kadernoten ook al gelezen. En u heeft ook gezien dat het college zeg maar dat heeft kunnen reduceren. Dus dat lossen we op. Dan wat betreft het sociaal domein. Ja, ik heb in algemene zin al gezegd van hoe het zit. Wij geven in Omme meer geld aan zorg uit dan wij van het Rijk krijgen. Punt. Daar kunnen we nog heel veel extra woorden aan wijden. Ik wou het daarbij laten. Ja, en u kunt ongetwijfeld meer informatie willen. En ik ben graag bereid om zeg maar met deskundige ambtenaren en u eens een keer om de tafel te gaan zitten. En zeggen van hoe zit het nou echt? Want ik heb nou 20 soorten lijstjes en vragen en antwoorden gezien. Zo komen er denk ik niet goed uit. Dus ik zeg u graag toe, dat als u dat wilt, dat we dat eens zeg maar gezamenlijk op krijgen. Dan krijg ik van u zicht wat u daadwerkelijk wil. Kunnen wij datgene leveren wat enigszins behapbaar is. De risico's. U wees nog op het risico van niet van de toeristenbelasting, maar van de forensenbelasting. Ja, dat is inderdaad een risico wat wij lopen. En u heeft volkomen gelijk dat het aan de rechter is om te bepalen wat het uiteindelijke uitslag is. En als dan moeten wij kijken wat het risico is. Ik kan in de verste verte niet inschatten wat dat risico is
gegeven het feit dat een rechter natuurlijk, en dat, daar is hij eigenlijk voor, om in individuele gevallen te kijken van goh, of dit een passend verhaal is of niet. Daarmee is niet op voorhand een generieke besluit van tafel. Laat staan dat daarmee de bezuiniging geheel van tafel is. Dus dat is zeg maar op voorhand niet inschatbaar. En ik denk dat het ook echt een verspilling van tijd is om zeg maar dat quasi duidelijk aan u voor te houden. Ik ben het wel met u eens dat we dit nauwgezet moeten bekijken. We komen daar zeker bij de komende begroting op terug. Want de rechters zullen naar verluid nog in ieder geval uiterlijk deze zomer uitspraken over doen. En die zullen behoorlijk duidelijk zijn naar verluid. Dan heeft u gevraagd naar de voorziening van de wethouders. Hoe zit dat nou eigenlijk? U heeft daar geen informatie over gekregen. En dat is natuurlijk ook volstrekt duidelijk. Want dat is een fiscaal verhaal. En u krijgt het dus pas volgend jaar. Eerst wordt dat fiscaal verrekend. En de fiscus werkt altijd een jaar later. Dus u moet nog een jaartje wachten op dat punt. Dan vroeg u nog naar de bestuursdienst om Hardenberg. Ja, we kunnen daar ook heel lang over praten. Ik stel gewoon vast dat de genoemde storting gewoon conform de gemaakte afspraak is. En ja, natuurlijk houden wij de vinger aan de pols dat dat goed besteed wordt. Tot nu toe hebben wij gezien dat de bestuursdienst om Hardenberg dat op een uitstekende wijze doet. Ik vind het knap dat zo'n grote dubbele exercitie van bezuinigingen, dat die zo geruisloos kan worden uitgevoerd. En wel zeg maar binnen de kaders die gegeven zijn. Dus tot nu toe gaat het echt goed. Maar natuurlijk, u heeft gelijk, als daar geld van overblijft, ja, dan halen we dat uiteraard terug. Tot nu toe hebben we daar geen enkele aanleiding voor. Ten slotte het CDA. Ja, dank ook voor uw complimenten. We bouwen weer en we moeten inderdaad die lijn vasthouden. Hoewel we daar inderdaad voorzichtig in moeten zijn. Dat ben ik met u eens. Ik ben het ook met u eens dat we niet ons alleen maar moeten fixeren op de solvabiliteit. Er zijn inderdaad andere indicatoren en die zijn inderdaad ook beter. Over het sociaal domein heb ik het nodig gezegd. De toezegging die ik gedaan heb om in ieder geval met LIAS te gaan werken in het jaar 2019, die staat. En we zullen al het mogelijke doen om eerder ook al zeg maar verhelderingen in het systeem te krijgen. Inclusief de richting de heer De Vries Lobes gedaan een toezegging dat we al voor de zomer nog, dus in juli, gaan praten over de indicatoren voor de begroting 2018. Tot zover, voorzitter. Oké, wil de raad nog een tweede termijn? Ik ga maar even de woordvoerders af. Wil je nog twee? Ja? Dan gaan we gewoon het rijtje af. Meneer Van der Moor. Ik heb eigenlijk maar een korte mededeling aan de portefeuillehouder. Hij is er. Het ging over de meicirculaire 2017. Dank u wel, voorzitter. Op één vraag hebben wij helaas nog geen antwoord gehad. Dat was de vraag wanneer start de bouw voor het paviljoen in het centrum. Daar is al vele malen aangekondigd en we zien nog geen enkele activiteit. Wat betreft die zorg, ja, u geeft aan van ja, we geven meer uit dan dat we van het Rijk ontvangen. Dat kan, maar het blijft een zorg dat er zoveel mensen een beroep moeten doen op de bijstand. En dat baart ons dan weer zorgen. Dus, en als dan de geld over is, dan vinden wij het jammer dat zo'n grote groep van mensen toch buiten de boot dreigen of al buiten de boot gevallen zijn. En dat. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat we die discussie bij de kadernood daar verder behandelen. Maar dat wou ik toch nog even meegeven. Dat was het, voorzitter. Ja, voorzitter, voor mij is ook één vraag blijven liggen bij de jaarrekening. We hebben aangegeven dat we ons kunnen vinden in de bevindingen van de accountant. En we hebben gevraagd of u ook naar een soort planning kunt werken om te zorgen dat de bevindingen ook gerealiseerd worden. Tenminste, de aanbevelingen. Meneer De Vries Robbers niet. Meneer Middelkamp, ja. Sorry voorzitter, ik was even het kaartje kwijt. Ja, een paar dingetjes nog. Allereerst doet het ons deugd, voorzitter, dat de wethouder zich niet herkent in het citaat wat we in het dagblad De Stentor hebben gelezen. Maar laat niet onverlet dat als de boodschap is dat er geld
beschikbaar zou zijn, dat raadsleden of ommenaren dan heel erg voorzichtig moeten zijn. Want wat we hebben proberen aan te geven is dat er eigenlijk helemaal nog niet zo'n geweldig herstel is en dat er ook nog niet zo gek veel geld over is. En als dat dan wel zo zou zijn, dan zou ik, voorzitter, nog graag de wethouder erop wijzen dat deze raad als budgethouder er dan uiteindelijk alsnog wel over gaat. En dat is nog wel een belangrijke toevoeging, denk ik, voorzitter. Toch nog even, u wou een punt zetten achter het sociaal domein. Onze fractie helaas nog niet. Want ik noemde al zojuist in het betoog in de eerste termijn het overzicht wat bij de klankbordgroep is gebracht. Wat weer volstrekt nergens bij aansluit. Maar ik wil graag 1-2 zinnetjes, als u het mij toestaat, citeren uit het jaarverslag. Bladzijde 15. Bij de tweede bestuursrapportage hebben we gemeld dat de uitgaven naar verwachting in 2016 lager uit zullen vallen. En dat wordt aan de egalisatieposten toegevoegd. Dan resulteert er een bedrag van 0,9 miljoen. Uit de jaarcijfers 2016 blijkt nu dat 0,9 miljoen over is binnen het budget voor de decentralisaties. Nou, ik kan nog verder voorlezen en het allemaal opsommen wat er staat. Dat kan iedereen nalezen. Voorzitter, als we zojuist hebben gehoord dat de decentralisatie of het decentralisatieprogramma meer kost dan dat we er vanuit het Rijk en vanuit de inwoners zelf, mag ik aannemen, via de eigen bijdrageregeling, et cetera, dat negatief uitpakt, dan snap ik niet meer wat ik hier lees. Dan snap ik ook niet het overzicht wat we met heel veel zorg vorig jaar met ambtenaren van de BOH tot stand hebben gebracht. Waaruit bleek dat er, als je kosten en baten met elkaar in verband brengt, dat er 1 miljoen over was. En vandaar dat we zeggen, ja, er is 2 miljoen over. En we hebben gezegd, misschien dat collega-fracties dat nog weten, dat we zicht willen houden en het overschot, dan wel het tekort, goed in beeld willen hebben en willen blijven volgen. En dan, ja, voorzitter, dan snap ik er nu echt, althans onze fractie, helemaal niks meer van. Dus dat betekent dat wij graag bereid zijn om deel te nemen aan een overleg waarin een deskundig ambtenaar, uzelf en wij deelnemen. En misschien is het een goed idee om daar waar er collega's zijn die met dezelfde vraag worstelen of vandaag de vraag bij zichzelf hebben voelen opkomen, dat we het groepje nog wat kunnen uitbreiden. Dat is wat mij betreft prima en helemaal oké, voorzitter. Dan wat betreft de voorzieningen voor wethouders en burgemeesters. Het is ons bekend dat je fiscaal altijd een jaartje achterloopt. Maar dat zou betekenen dat je in 2016, met het jaar wat daarvoor is beëindigd, 2015, wel degelijk inzicht hebt. En misschien dat u ons, want dat hebben we ook niet kunnen vinden, misschien dat u ons daar een inzicht in kunt geven, voorzitter. Dan hoeven we niet een jaar te wachten. En als we u overvallen met deze vraag, want tot nu toe hebben we het telkens helaas schriftelijk moeten doen, zoals al gememoreerd, dan zouden we graag, voordat de stukken behandeld worden, alsnog de informatie over 2015 in ieder geval willen zien. En tot slot, voorzitter, heeft u aangegeven, dat gaat over de jaarrekening en de frictiegelden, 3,3 miljoen nodig in 2017, terwijl het programma meer doen met ommen, de bezuinigingsoperatie inmiddels wel achter ons ligt, de bezuinigingen zijn ingeboekt. U spreekt uw lof uit over het goede en harde werk en het kwalitatief hoogwaardige presteren van de merking. Maar betekent dat nu dat we dan nog steeds 3,3 miljoen in een pot hebben zitten, omdat de uitstroom zoveel later heeft plaatsgevonden of nog te gaan is? Dus misschien dat u toch, los van het feit dat er heel goed gewerkt wordt, kunt aangeven wat de aanleiding is om 3,3 miljoen aan frictiegelden in 2017 nog steeds binnen de BOH beschikbaar te hebben. En dat was het in tweede termijn, voorzitter. Dank u. Mevrouw Batela, geen behoefte om het woord te voeren. Dan gaat de wethouder antwoorden in zijn tweede termijn. Ja. Voorzitter, dank u wel. Allereerst dank de heer Van der Mooren voor het blijde bericht dat de meicirkel is. Dat betekent dat wij dus inderdaad voor de kadernota u kunnen informeren over de gevolgen. De heer Bongers vroeg nog naar het paviljoen. Wanneer dat is, ik weet het niet, dus u krijgt daar schriftelijke reactie van ons op.
En overigens uw zorg over de bijstand, die deel ik. Want inderdaad, dat is een van de kengetallen waar we inderdaad met elkaar zorgen over hebben. Bijstand aantal bijstandsgerechten in Om is nog steeds te hoog. We stellen wel vast dat er best wel een behoorlijke inspanning is gepleegd door het ATC-dienstenbedrijf. We zien ook dat er best wel resultaten zijn geweest, maar het is nog steeds te hoog. Dus daar moeten we inderdaad mee aan de bak. Dat ben ik met u eens. Mevrouw Lagas, u had inderdaad nog gevraagd naar de planning voor de aanbeveling van de accountant. Ik zal het laten opmaken en misschien dat we dat al in de eerder genoemde commissie voor de zomer, als we praten over de indicatoren. Ik hoop eigenlijk dat het dan al zeg maar voor kan liggen. Dan heer Middelkamp. Ik denk dat we het inhoudelijk eigenlijk best wel eens zijn over de voorzichtigheid van de boodschap. In de zin van, en dat was ook de insteek die ik nam, ook in de interviews. De pers zei van, goh, je heeft 1 miljoen over, geweldig. Ik zei van, ja, rustig, want er zijn ook nog een paar andere beren op de weg. Dus dat beeld, dat hebben we inderdaad, zeg maar, samen. Het punt van de decentralisaties. Nou, laten we inderdaad, zeg maar, dat gesprek daar maar voeren met al diegenen die willen. Kijk, nog 1 opmerking daarover. U heeft terecht gezegd vorig jaar van goh, en dat staat ook in de verslagen, van de Rijksbijdrage van de decentralisaties. Daar is geld bij over. Alleen het geld voor het totale sociaal domein, waarom er dus een nadeelgemeente in is, dat is anders en hoger. En dat hebben we nu eindelijk goed in kaart gekregen. En moet dus nou ook het totaal kijken van het sociaal domein. En het totaal van het sociaal domein is, zoals ik gesteld heb, van wij geven meer geld aan sociaal beleid in Ommen uit dan wij van het Rijk krijgen. En dat is prima, want het gaat erover. U heeft het terecht ook gezegd trouwens. De Raad gaat erover. Maar het is dus niet zo dat Ommen winst zou halen uit geld uit de zorg. Dat is echt niet waar. Wat wij vorig jaar gedaan hebben, was wel heel erg verstandig. Namelijk 8 ton... die we toen hebben geduid en zeggen van goh, het zou wel eens kunnen zijn dat we straks extra geld nodig hebben, al is het alleen al omdat er nog verdere rijksbezuinigingen aankomen. En dat was een van de overwegingen, breed in de raad gedeeld, van goh, laten we daar voorzichtig mee zijn. Het college stond daar ook volmondig achter. Het punt van fiscaliteit 2015, de vraag is me nu helder en ik kom daar schriftelijk op terug. Even kijken en dan tenslotte het punt van de BOH. Heeft mezelf al geraden. We hebben eertijds bij de bezuinigingen, en dat waren hele zware bezuinigingen, een algemene duiding gegeven. Goh, als wij deze bezuiniging willen halen, en dan gaat het om een structurele bezuiniging, dan hebben wij wel een potje met incidenteel geld nodig. En dat is dus het frictiebudget. En dat gaan we benutten om een natuurlijk verloop mogelijk te maken. En dat hebben we gewoon uitgesmeerd over een aantal jaren. Ja, en dat kun je niet in 3 jaar proppen. En dat vind ik echt knap, dat structurele bedrag wat we bezuinigd hebben, dat gaan we dus halen met het incidentele bedrag wat we hebben weggezet. Dat vind ik knap. En daar hebben we dus even een paar jaarschijven nodig, maar dat hebben we eerder ook geduid. En ik heb begrepen overigens dat de gemeentesecretaris ten tijde van de rekeningcommissie heeft gezegd van goh, we moeten nog eens een keer met u praten over het geheel van de BOH. Misschien is het een mooi moment om ook even te kijken van hey, hoe staat het dan met die bezuinigingen? Liggen we daar op spoor? Maar dit is in ieder geval het algemene verhaal. Tot zover, voorzitter. Okay. Ik neem aan dat er geen derde termijn nodig is. Dames en heren, we wachten nog op accountantsverklaringen. Dus we kunnen dit vanavond niet besluiten. Dat gaan we de volgende raad doen. En dan neem ik aan dat u op de hamerstukkenlijst kan. Ik ga het wel zo initiëren. Als er dan nog een enkel ding is, dan moet u dan maar kijken. Dit was de bespreking. Ik sluit de bespreking en dan gaan we in de volgende raad besluiten. Al dus, dan gaan we naar agenda punt 8 in de reguliere agenda. De jaarstukken rondom de bestuursdienst. Zijn daar nog woordvoeringen voor gewenst, mevrouw Lagas? Voorzitter, dank u wel. Even wat korte opmerkingen. Ook hier weer aandacht voor de aanbestedingen. Maar wij gaan ervan uit dat daar ook de voorstellen voor komen. Nog even ten aanzien van de begroting. De beoogde bezuinigingen die zijn gerealiseerd. Dat is mooi. Naar aanleiding van de evaluatie is het programma BOH Best gestart. En onze praktische vraag is, lopen de doelen van dit project synchroon met de begroting?
We blijven daarnaast nog steeds lastig vinden dat de begroting loopt voor de resultaten van de kadernoot, voor de resultaten van de kadernota. En ook voor het opstellen van de speerpunten zou dat veel handiger zijn. Want bij in de begroting staat continu, speerpunten kunnen pas nader worden geduid in het kader van de, onze kadernota. En nog even een cri de coeur. Prima dat de digitale dienstverlening zo mooi verbeterd is, maar verlies daar vooral ook het menselijk contact niet uit het oog. Want meedenken doe je niet digitaal. Dus er wordt aangegeven dat men steeds meer wil meedenken met de burgers en de bedrijven, maar digitaal kun je een beetje moeilijk meedenken. Dat gaat vaak veel beter gewoon aan tafel. Dus daar willen we toch graag nog aandacht voor vragen. En dan nog een hele kleine geruststelling tot slot. U geeft aan bij de ratio bij het weerstandsvermogen voor 1,4 te hebben gekozen als bovengrens van voldoende, maar van 1 tot 1,4, dat betekent heel gewoon tot 1,4. En 1,4 is het begin van de ruim voldoende. Dus dat is nog een mooie bonus. Zijn er nog anderen die het woord willen voeren? Zie ik niet? Ja, mevrouw Bakelaar, nog anderen? Niet? Mevrouw Bakelaar nog. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, kort, want mevrouw Legas heeft al een aantal dingen gezegd, inderdaad. Waar de CDA-fractie ook aandacht voor wil vragen. We hebben een hele mooie verbetering gezien in de inkoopaanbesteding. Dat mag ook gezegd worden, want de afgelopen 2 of 3 jaar heb ik daarover lopen zeuren. Dus dat zal ik nu niet zo zwaar meer doen. Maar er worden nog wel wat op- en aanmerkingen gegeven door de accountant. Dus we gaan ervan uit dat die adviezen ook weer ter harte worden genomen en zo snel als mogelijk worden uitgevoerd. Er is heel veel bereikt. Het is een mooi verslag, ook een mooie begroting. Ik wil hier nog een keer noemen dat ik uitga dat de toezegging die ook gedaan is in de commissie blijft staan. Daar waar het gaat om een presentatie van de gemeentesecretaris over de verdere doorontwikkeling van de organisatie. Want die is echt noodzakelijk. Want ik krijg onvoldoende beeld van de ontwikkelingen op basis van de begroting als raadslid van OMA. En een ander punt, ik kom daar ook op terug, of de CDA-fractie komt er ook op terug in de kadernota, en dat is ook de dienstverlening van de BLH. He, er zijn mooie scores als het gaat om de dienstverlening, 8,3 geloof ik, 2 keer 8,3 als het gaat om telefonie en ik meen even digitale dienstverlening, maar nou, even, doe het even uit mijn hoofd. Daar moeten we breder naar kijken. Want we horen toch veel signalen als het gaat om de schriftelijke communicatie, ook die niet volledig, niet zuiver gaat, foutjes. En dat zijn geen incidenten meer als ik het toch 3 jaar lang of 4 jaar lang hoor. En ik denk dat we daar goed naar moeten kijken. Dus in aansluiting op het meedenken van mevrouw Legas, denk ik dat het ook goed is om breder te kijken naar de kwaliteitsbeleving. En hoe doe je dat dus nog beter met elkaar. Maar daar kom ik op een later moment op terug en tot zover. Dank u wel. Kan de vicevoorzitter even voorzitten? De portefeuillehouder zal er kort op reageren. Gaat uw gang met uw reactie. Ja, dank voor toch wel een goed onthaal van deze stukken al. Worden er wel degelijk opmerkingen gemaakt door de accountant, hebben we in de commissie ook behandeld. Daar wordt wel naar gekeken, heb ik ook gezegd. Mevrouw Legas heeft terecht de aandacht gevraagd voor de aanbesteding. Dat nemen we mee. Dat gaan we ook zeker doen. U heeft gezegd, dat begrijp ik wel, dat in de financiële techniek dit eerst komt, daarna pas onze kadernota. Dat heeft ermee te maken dat dit een WGR-organisatie is. En daarvan moet de boekhouding voor half juli bij GS liggen. Dus dat zit zo in het tijdpad. Maar wethouder Financiën wijst mij erop dat we bij de eerste begrotingswijziging, ook nog na de kadernota, zaken kunnen rechtzetten. Dus de raad blijft wel aan zet. Maar goed, dat gaat even met een omweggetje. Dus dat kan. U hebt terecht gezegd dat digitalisering mooi is. Ook in het kader van de kostenbesparing en als communicatievorm voor mensen die dat enorm aanspreekt. Ik vind zelf dat het menselijk aspect en het fysieke aspect toch ook wel van belang is. Want we zijn geen robot en computers. En we zijn meer dan alleen stenen. Het is goed dat u het zegt. Van Bartle heeft dat ook gezegd in de communicatieuitingen. Af en toe, iets te stroef schriftelijk, laat ik het zo zeggen. Dat gevoel heeft het college ook wel eens. Dat gaan we indringend bespreken met de collega's. Van Hardenberg en ook
de gemeentesecretarissen wordt daarop gewezen. Dat kan inderdaad gewoon wel beter. Dat is ook onze insteek. Maar het is heel plezierig dat u dat ook nog eens signaleert. Als we verder een bredere blik naar de ontwikkeling van de BOH kijken. De ontwikkeling maatschappelijk, economisch en hoe overheidsorganisaties zich daartoe verhouden, is het wel een geraden moment om binnenkort, laten we zeggen deze zomer, deze herfst, nog eens even indringend te kijken naar de doorontwikkeling van de organisatie, of die voldoet aan de politiek-bestuurlijke behoeften. En ook zeker of die aansluiting vindt bij de maatschappelijke organisaties. Dat moeten we doen. De leiding van de organisatie wil dat ook. We gaan binnenkort met BMW van Hardenberg daar ook over spreken. En dat ook nog eens indringend neerleggen. Jongens, zijn we nou echt wel accuraat en bij genoeg bij de noden in de maatschappij? En doen we dat nou op de meest handige en effectieve wijze? Daar zou hier en daar best nog wel eens wat veranderingen en verbeteringen in komen. Dus dat punt nemen we graag met ons mee. Dat idee hadden wij ook. Mevrouw Lagas heeft nog iets gezegd over het weerstandsniveau 1 of 4. We zitten er net tegenaan. Ik voel mij nauwelijks competent om daar uitspraken over te doen. Dan moet de wethouder Financiën maar iets van zeggen. Mevrouw Lagas had het heel goed begrepen. En laat mij op die 6 ton houden. Ik reken het antwoord goed. We spelen de volgende keer graag via de voorzitter. Volgens mij was dit de beantwoording. Dank u wel. Was dit de beantwoording? Wens iemand in tweede termijn nog iets op te merken? Nee. Dan leg ik u het volgende voor. Stomen we door of gaan we even een korte pauze houden? We stomen door. Het concept kan van beide dingen af. En dat hebben we dus besloten met z'n allen. Dan gaan we nu over naar de transitie. Netwerk Rut. Plus voorzitter, dat we geen zienswijze indienen. Dat onderdeel ook. Ja. Ben je het daarmee eens? Wij. Dank u voor de aanvulling, meneer Van der Mooren. Wie wenst het woord over de Rut? Theo, ik vergeet 9. Moet ik, dan blijf ik hier gewoon zitten, maar dan geef het woord terug aan de voorzitter. Dames en heren, we zijn gevorderd tot agendapunt 9. Dat gaat over de regionale uitvoeringsdienst. Je hebt de oude. Heb ik de oude? Ja. Aanpassing. Oh, ja. Excuus. Dan gaan we gauw naar de jeugdhulp. En daar is een motie wellicht aan de orde van de VOV. Willen die als eerste beginnen, meneer Middelkamp? Voorzitter, gaat gang. Dank u wel. Voorzitter, inhoudelijk zijn we het erg eens met het voorstel. Dat hebben we vorig jaar bij de allereerste behandeling al wel laten merken. Maar toen hebben we ook aangegeven, kan het nou niet, ik dacht dat de eerste behandeling kort na de zomer was, kan dat nou niet ingevoerd worden per 1 januari? En dat bleek niet mogelijk. En toen zijn we met elkaar overeengekomen dat de verordening, als die daadwerkelijk van kracht is, met terugwerkende kracht tot 1 januari gaat gelden. En daar hebben we ook budget, die €145.000 voor gereserveerd. Helaas geeft dat allerlei administratief gedoe voor de mensen die het betreft, voor de BOA, voor iedereen. En wij hebben ons daar wat in verdiept, voorzitter. En wij hebben gekeken hoe de communicatie in zijn werk gaat. Omdat dat ten tijde van de commissie niet mondeling behandeld is, moesten we schriftelijk reageren. Dat hebben we gedaan. We hebben een antwoord gehad op onze vragen. En dat gaf toch wel aanleiding om uiteindelijk de motie die nu voor ligt te schrijven. Die is ambtelijk getoetst. Vervolgens zijn daar nog weer wat suggesties opgekomen. Van ja, nee, maar inmiddels doen we dat al een beetje zo. We hebben nog wat aangescherpt en daar wil ik nu in het kort even op ingaan. Het gaat om het volgende, de communicatie over de terugwerkende krachtregeling voor de huishoudelijke hulp. Voorzitter, voor nieuwe aanvragen lijkt het wel in orde.
De huishoudelijke hulp die gaat bij het eerste contact, die is daarin getraind, CQ wordt daarin getraind, gaat daar met flyers en met informatie mee aan de slag en dat lijkt wel oké. En mocht dat niet zo blijken, kan je direct aan de voorkant ingrijpen en voorkomen dat er bijvoorbeeld sprake zal zijn van zorgmijding, wat je niet zou willen. Voor de nog lopende trajecten is het zaak dat je de inwoner een brief geeft. Er gaat een flyer mee, er wordt wat in de media gegeven. We hebben kennis genomen van die brief en die ziet er eerlijk gezegd nogal complex uit, voorzitter. Waar de brief niet in voorziet, zijn inmiddels afgehandelde trajecten. Die dus liepen op 1 januari, maar op het moment dat we definitief besluiten dat deze verordening van kracht is, inmiddels de huishoudelijke hulp hebben beëindigd. En daar hebben we helaas niet van gezien hoe de mensen geïnformeerd worden. En wij zouden juist dat proces wat willen aanscherpen, voorzitter, en daar iets meer maatwerk aan onze inwoners willen bieden. En waarom? Recent hebben we als fractie van de VOV een zorgpodium georganiseerd en daar waren ook nogal wat ouderen. En we zijn extra verbaasd, daar waar we dat al niet waren, hoe slecht ouderen, als ze op enige leeftijd zijn, met deze digitale wereld, met mijnbelastingdienst.nl, met DigiD's toepassen, om kunnen gaan. Dat betekent, voorzitter, dat als we de brief zoals die er nu ligt zouden aanbieden, dat bij een grote groep mensen die het betreft, in de categorie ouderen die dus niet zelf de aanvraag kunnen voorbereiden en ook niet kunnen indienen, niet kunnen aanvragen, dat die brief vrijwel zeker, hebben we gemerkt, terzijde geschoven wordt. En dat is heel erg zonde. Want doordat de eigen bijdrage voor mensen met een smalle beurs aanzienlijk lager wordt, zou dat zomaar de eerste 5 maanden van dit jaar keer ongeveer 70 euro, 350 euro kunnen schelen voor mensen met een kleine krappe beurs. En dat zou heel erg jammer zijn. Vandaar, voorzitter, dat wij voor maatwerk pleiten. En dat maatwerk zou er wat ons betreft in moeten voorzien dat er onder verantwoordelijkheid van de gemeente een persoonlijk contact plaatsvindt. En dat kan via een belronde, dat kan via huisbezoek, misschien dat het Samen Doen team nog eens een keertje bij de mensen die het betreft op bezoek zou kunnen gaan om te informeren. En laten we ons daarbij ervan vergewissen of er sprake zou kunnen zijn dat er een aanvraag gerechtvaardigd is voor het indienen van de terugwerkende krachtregeling. Bovendien, wellicht dat u in uw eerste termijn ons gaat wijzen op dat mantelzorgers dat wel kunnen doen, maar mantelzorgers die blijken nog wel eens overbelast. En je zou, zeker als de ouderen die het zelf niet kan regelen, ook niet een mantelzorg direct bij de hand heeft, geeft dat ook weer gedoe, voorzitter. Moeten we niet willen. Dat heeft geleid tot de volgende motie. Ik lees hem graag voor. De Raad van de Gemeente Ommen overweegt dat uit de beantwoording op schriftelijke vraag van de fractie van de VOV, de datum 13 april, met kenmerk Tadam, blijkt dat inwoners via media, flyers en aanbieders van huishoudelijke hulp worden geïnformeerd over de nieuwe bijdrageregeling. Is van mening dat inwoners die na 31 december 2016 gebruik maken of gebruik gemaakt hebben van de voorziening huishoudelijke hulp en waarvoor het voorbereiden en indienen van de aanvraag voor het terugvorderen van teveelbetaalde inwonersbijdragen te complex is, daarin en op maat moet worden ondersteund. Draagt het college derhalve op om in de begeleidende brief aan te bieden voor inwoners die niet in staat zijn om hun aanvraag voor te bereiden en in te dienen, actief, dat wil zeggen via persoonlijke ondersteuning, door een deskundige te ondersteunen. Deze brief ook te verzenden aan inwoners die vanaf 1-1-2017 gebruik hebben gemaakt van huishoudelijke hulp en deze hulp inmiddels hebben beëindigd. En tot slot, voorzitter, alle inwoners die ouder zijn dan 65 jaar en vanaf 1 januari 2017 gebruik hebben gemaakt van huishoudelijke hulp via persoonlijk contact, dat wil zeggen via telefoon of huisbezoek, te informeren en daar waar nodig te ondersteunen bij de aanvraag en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, hij is nog niet getekend. Dat ga ik nu doen en ik zal hem overhandigen aan de griffier. Ja, motie is volgens de orde ingediend. Voorzitter, en het was in eerste termijn. Dank u wel. Ja, dat was in eerste termijn. Goed, dan mag u weer naar uw plek. Nog andere, meneer. Zijn er nog andere woordvoeringen of wacht u even het antwoord van de wethouder af? Zullen we dat maar eens doen? Wethouder, vertel het eens. Dank u wel, voorzitter. Ik heb even op me laten inwerken.
ik denk dat de strekking van wat de heer Middelkamp zegt, dat we het daar wel redelijk over eens zijn. Namelijk dat de terugwerkende kracht juist bedoeld was om die mensen die er behoefte aan hebben en die misschien de zaak hebben beëindigd om verkeerde gronden, dus toch in de gelegenheid worden gesteld om dat te doen. Jazeker, daar hoort niet alleen een digitaal contact, maar juist inderdaad ook brieven, flyers en persoonlijk contact. Zo zijn we het denk ik wel met elkaar eens. Maar ik hou wel van precisie. En ik denk dat er wel een aantal dingen erbij te zeggen zijn. Allereerst, het is natuurlijk volstrekt ondoenlijk en ook volstrekt onwenselijk om te zeggen, dit gaat voor iedereen naar die datum. U zal niet willen dat mensen die de zaak beëindigd hebben omdat ze zijn overleden, dan wel zijn verhuisd, alsnog iets moeten gaan terugbetalen of aan nabestaanden. Dat gaan we dus niet doen, wat ons betreft. Tweedens, we hebben zeer nadrukkelijk de huishoudelijke hulp overgeheveld als algemene voorziening naar zorgaanbieders. Die ook de plicht hebben om de klanten goed te informeren. Ook persoonlijk te informeren. Dus ik ga het ook echt niet voorstellen om dat aan het Samen Doen team te hangen. Want dat is een extra taak waar we geen budget voor hebben. Sterker nog, dat is aan Carinove en de andere aanbieders die dat op een zorgvuldige wijze moeten doen. Ik wil u wel toezeggen dat de brief, ik heb ook even gekeken naar die brief, en ik volg u als die brief inderdaad iets te ambtelijk is gesteld. En ik zeg u wel graag toe dat deze brief wordt nagelezen, ook door ervaringsdeskundigen, dat we hem dus wat beter gaan opstellen, zodanig dat hij helder is. Tot zover, voorzitter. Meneer Middelkamp, wilt u erop reageren? Doet hij het? Ja, nou ja, goed. Hij doet. Voorzitter, de motie behelst niet om iedereen na te bellen of te bezoeken. De motie behelst om aan te bieden om voor iedereen waarvoor dat geldt op maat te helpen als indieners dat niet zelf kunnen. Maar in ieder geval, en dat is een proactieve benadering wat ons zou dat moeten zijn wat ons betreft, een persoonlijk contact, dat gaf u aan dat u dat ook nuttig vindt, af te geven bij die inwoners. En dat, of dat er veel zijn of weinig, dat weet ik niet, los van, en dat is een beetje flauw misschien, dat er misschien ook iemand overleden zou kunnen zijn. Maar voor mensen die het betreft, die het niet zelf kunnen, met name op wat leeftijd, wat hogere leeftijd, en waar de zorg beëindigd is, dus waar niemand van Carinova nog op bezoek komt, maar die wel recht kunnen hebben op een teruggaaf of een vermindering van de bijdrage van €350. En die doelgroep, die zou toch te selecteren moeten zijn en die zou toch onder uw verantwoordelijkheid, en als het Samen Doen team het niet doet, dan zou onder uw verantwoordelijkheid dat iemand anders kunnen doen, via een persoonlijk contact wel degelijk geïnformeerd te worden van leg die brief niet terzijde, maar pak hem op en doe er wat mee. En als je het niet kunt, dan uiteindelijk via bijvoorbeeld onafhankelijke cliëntenondersteuning, als het Samen Doen team dat niet zou kunnen. Wat wij overigens nog steeds een goed idee vinden, maar als we daar niet voor kiezen, dan wel degelijk via een persoonlijk contact de mensen die het betreft te ondersteunen, voorzitter. Dus we zijn het blijkbaar ver eens, maar u gaat nog net niet mee in die ene doelgroep die wij nou zo graag op maat zouden willen bedienen. En ik hoor graag in tweede termijn een reactie van de wethouder. Ik zit een beetje naar de orde te kijken. Zijn er andere fracties die zich in het debat willen mengen? Of zegt u nogmaals, eerst maar even de wethouders, dan kunnen we dan nog even kijken of er nog behoefte is aan wat discussie. Wethouder geeft zijn reactie. Ziet u aanknopingspunten voor een reactie? Nou, volgens mij zijn we het eens. Alleen in de verwoording niet. Want ik heb aangegeven dat, natuurlijk moeten we even heel scherp kijken naar die doelgroep. En dus we gaan geen dingen doen in de zin van cliënten die verhuisd zijn of overleden zijn en dergelijke. Maar u geeft aan, en dat is inderdaad traceerbaar, en dat gaan we ook doen, van diegenen die gestopt zijn en die dus mogelijk in aanmerking komen voor. En natuurlijk hebben die niet alleen recht op een brief. Ik heb ook aangegeven dat ik het belangrijk vind dat het een leesbaar brief is. Dus daar gaan we naar kijken. En twee, dat die ook persoonlijk even worden benaderd. Ik zeg alleen daarbij van dat gaan wij niet doen en dat gaat het Samen Doen team niet doen. Dat gaat de desbetreffende zorgaanbieder doen. Dus we gaan die zorgaanbieders even voorhouden van dit is een nieuwe regeling.
En wij willen dat die goed onder de mensen wordt gebracht. Dus ik denk dat we het inhoudelijk zo eens zijn. Meneer Bongers wil toch even... Verheldende vraag, voorzitter, graag. Ja. Steunt u hiermee de motie? Gaat u die uitvoeren of hoe moet ik dat lezen? In feite zeg ik, er zitten heel veel dingen in die multi-interpretabel zijn. Dus ik weet niet wat ik daarmee doe. Ik denk dat met mijn toezegging hij overbodig is. Meneer Middelkamp, je hebt wel gescoord. Mevrouw Bakla wil nog reageren. Ja, hij doet het. Ja, ik had nog even twee punten. Voor mijn duidelijkheid, als het gaat om deze doelgroepen, dan ligt het toch bij degene bij wie de gemeente het ingekocht heeft, wat u zelf ook zegt, wat de wethouder zei, om ook te zorgen voor die communicatieuitingen. Volgens mij hebben we hem zo ook gelezen in het voorstel. Dat wilden we even weten, klopt dat inderdaad? Twee, u heeft in de commissie ook aangegeven, als het gaat om het meelezen van die brief, dat de participatieraad ook daarin mee wilde denken en lezen. Klopt dat? Want dat zou ook iets kunnen zijn wat meegenomen zou worden. Daarbij wil ik wel aangeven dat ik onderstreep dat communicatie zeer, zeer, zeer nodig is. En dat het wel wenselijk kan zijn als die aanbieder dus inderdaad verantwoordelijk is daarvoor, om dan met die aanbieder nog een keer om tafel te gaan. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd om hoeveel cliënten gaat het dan, om hoeveel inwoners hebben het dan. Want ik bedoel, met alle respect kan ik me ook voorstellen dat als het om heel veel gaat, dan moet je ook kijken van wat kost dat, wie doet dat dan, bij wie ligt het nu en hoe zetten we het in werking. Maar goed, sowieso de oproep, de intentie ondersteun ik wel, zeker. Mevrouw Lagas nog? Dan zal de wet. Ja, voorzitter, daar wou ik even op aansluiten. Ik kan me daar wel in vinden wat mevrouw Bakelaar zegt. Ik vind, wat de wethouder al zei, de motie pakt hij eigenlijk te breed. Dus als u meneer Middelkamp daarin gerust kunt stellen dat datgene wat hij bedoelt, dat het gerealiseerd wordt, dan is dat volgens mij voldoende. Want ik ondersteun ook wel de zorg. Dat mensen tussen wal en schip komen te vallen als het niet duidelijk is. Maar ik vind hem hier een beetje te breed. Hij is te multi-interpretabel wat mij betreft. Oké, meneer Wilkom, wacht even. Zijn er nog anderen die zich willen uitspreken? Ik heb het gevoel wel dat we naar elkaar toe groeien. Meneer Middelkamp nog. En dan zal de wethouder nog één keer reageren. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in de contacten tot nu toe, in het lezen van de correspondentie, in de beantwoording van de BOA, is het niet voor niets geweest dat wij deze motie hebben opgesteld, want wij vonden dit en wij hebben dat niet terug kunnen vinden in de wijze waarop de communicatie tot stand gebracht gaat worden. Als de wethouder hier en nu de toezegging doet om eigenlijk indirect de motie met wat aanscherping uit te voeren en persoonlijk contact, en dat kan dan eventueel ook door Carinova als ze daar, bij mensen die inmiddels niet meer in zorg zitten, et cetera, dan is dat voor ons aanleiding, voorzitter, om dat te accepteren en de motie niet in stemming te brengen. Dank, de toezegging staat. Nog even naar mevrouw Bakelaar toe. Inderdaad, degene die de zaak uitvoert is ook belast met de communicatie. Dus we zullen via, onze verantwoordelijkheid is natuurlijk om ervoor te zorgen dat het goed wordt uitgevoerd. Hè? Zo begrijp ik de heer Middelkamp ook. Maar het is aan de aanbieder om dat op een juiste wijze te doen. Dus we zullen hen daar ook van in kennis stellen. En ja, het is natuurlijk zo, men komt natuurlijk thuis bij de mensen. En dus wat is nou logischer dat op zo'n moment daar ook aandacht voor is. En het is, de uitzondering is de groep waar u zorg over had, hè, die beëindigd is. Nou, die zijn traceerbaar en daar kunnen we zeker ook apart actie op zetten. Het klopt wat mevrouw Bakelaar zegt, dat de participatieraad inderdaad betrokken is geweest bij de opstelling van de regeling, ook eerder. Hele goede suggestie, ik zal ook zeker eventjes met ze terugkoppelen om ook even naar de brief te kijken. Dank voor de suggestie. Meneer Middelkamp, handhaaft u uw motie? Of trekt u hem in? Nee, voorzitter, zoals we juist al gezegd, trekken we de motie in met de toezegging van de wethouder. En stellen we vast dat we heel erg blij kunnen zijn dat er voor die gevallen die het betreft maatwerk kunnen leveren. En wie dat dan precies uitvoert, dat maakt niet zo gek veel uit als het maar gebeurt. En daar zijn we heel erg blij mee. Dus we trekken hem in, voorzitter. Dank u. Oké, veel dank voor uw bijdrage. De motie is ingetrokken, maakt geen onderdeel meer uit van de beraadslaging en de besluitvorming. Is er verder nog behoefte om over dit raadsbesluit te spreken? Ja. Meneer Marsman.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik had even wat moeite van. We hadden net de discussie natuurlijk over de motie. We hebben het nu over het raadsvoorstel. Op zich is de fractie van de ChristenUnie eens met het voorstel zoals die nu ligt. Maar ik had daarop wel voorgenomen wel heel nadrukkelijk de vraag te stellen. Hoe wij gaan monitoren dat wij ook gaan voldoen aan onze doelstelling een schoon en leefbaar huis. En het is in de technische vragen die we gesteld hebben ook al gevraagd. En daar kwam voor mijn gevoel niet helemaal een helder antwoord op. Wat we constateren is dat we een budget vrijmaken van 200 euro per 4 weken. En dat was 175 euro per 4 weken. En dat het per maand is, iets meer is, dat begrijpen we. Maar waar het mij om gaat, wat ons om gaat, is dat die 25 euro nu wordt besteed om uiteindelijk tot de doelstelling schoon en leefbaar huis te komen. Nou, 25 euro op 4 weken. Even doorrekenen, 6 euro en een kwartje per week. Daar kan iemand misschien een keer 12 minuten voor aan het werken. Hoe weten we nu zeker dat met die 12 minuten extra, gemiddeld zeg ik er dan maar bij, want ik begrijp dat iemand misschien wel een uur bij krijgt of 2 uur, maar als iemand er 2 uur bij krijgt, dan zijn er 9 anderen die dus niks erbij krijgen. Dus mijn vraag is heel simpel, of we op enig moment kunnen gaan evalueren of ook daadwerkelijk gaan voldoen aan die definitie van een schoon en leefbaar huis, om te kijken of datgene wat we nu extra uittrekken, 145.000 euro is een heel bedrag. Aan de andere kant kun je ook zeggen van we hebben grotere bedragen uitgegeven aan andere zaken. We hebben ook de discussie gehad van houden we wel of niet over. Dus met andere woorden, we zijn heel erg nieuwsgierig of we kunnen voldoen aan die doelstelling. En die toezegging zou ik graag willen vragen of dat op enig moment uitgevoerd kan worden. Dank u wel. Zijn er nog anderen die het woord willen voeren over de raadsvoorstel? Ja. Even de onderstreping daarbij inderdaad, ook namens mevrouw Makkinga, die heeft in de commissie ook aangegeven, die monitoring is cruciaal. Dus daar zouden wij ook graag inderdaad antwoord op zien. En tegelijkertijd toch even in reactie op meneer Marsman, als ik mag. Ja, het is natuurlijk ook, wat is de definitie van een schone leefbaar huis dan exact, hè? Maar goed, we moeten niet in een semantiek terechtkomen. Nou, ja, sorry. Ik zie verder geen verzoek tot woordvoering. Dan gaat het woord naar de wethouder. Mag ik daarop reageren? Of sorry, je wou nog één keer reageren? Ja, ik wou reageren via u op de fractievoorzitter van het CDA. Ja. Er wordt wel vrij uitgebreid ingegaan op wat de definitie van een schoon en leefbaar huisbaar is. Het wordt zelfs tot aan de ruimte nauwkeurig omschreven wat daarvoor uitgevoerd wordt. Dan denk ik ook, als je dat zo nauwkeurig kunt beschrijven, kun je het ook heel eenvoudig toetsen. En dat lijkt me een goede zaak om dat op enig termijn te doen. Oké, je was overtuigend. Dank. Wethouder. Ja, was het maar zo simpel. want inderdaad, u heeft gelijk, meneer Marsman, dat er ruimte wordt beschreven. Maar we zeggen ook van het gaat om een resultaatverplichting waar de professional en de klant gezamenlijk uit moeten komen. En wat voor de één cruciaal is, namelijk het stofzuigen in bepaalde ruimte, is voor de andere ramenlappen extra belangrijk. En dat moet je dus, daar moet je samen als het ware uit zien te komen. Er zijn natuurlijk basale dingen, die staan inderdaad ook beschreven. He, natuurlijk moet de keuken op orde zijn en natuurlijk moet de slaapkamer op orde zijn. Dat is waar, maar er is dus wel een beetje een grijs gebied. En wat hebben we nou gedaan? En ik denk dat dat nieuw is en geeft ook kans voor de monitoring. Want daar heeft inderdaad, was eigenlijk wel, ook wel breed in deze raad, maar ook in de participatieraad de vraag van, goh, we moeten dit wel monitoren, want het gaat inderdaad om een behoorlijk bedrag. Nou, we hebben een aantal waarborgen ervoor. De eerste is dat wij aan de instellingen die het gaan uitvoeren zelf gaan vragen van, oké, laat maar eens even zien wat die resultaten zijn. Wat heb je beloofd en hoe is dat geresulteerd? En hoe is dat, wat voor resultaat heeft het gebracht? Dat is het eerste. Daar willen we het op hebben. Het tweede is, we laten natuurlijk niet alleen de bakker zijn eigen brood keuren. We gaan dat natuurlijk ook beoordelen. Daarvoor hebben we ook een apart instrument voor. Wij gaan ook steekproefsgewijze, ook met mystery guest, kijken van, goh, klopt het nou datgene wat men daarop schrijft? Klopt het nou wat men daarvan zegt? En ten derde, we hebben ook onafhankelijke cliëntenonderzoeken. Die horen daar ook bij. En dat geldt niet alleen maar voor dit domein, ook voor andere dingen bij de wijk. Nou, zo hebben we 3 waarborgen waarbij we kunnen zeggen van oké, we kunnen dit monitoren. En met elkaar kunnen we dan ook een beeld hebben van oké, hoe gaat het? Zo hebben we dat geregeld. En we denken dat we daarmee in ieder geval een redelijk effectief systeem voor kwaliteitscontrole kunnen bieden. Tot zover, voorzitter. Goed, zullen wij de beraadslagingen hiermee afsluiten? Dan gaan we over tot de besluitvorming over dit raadvoorstel. Wenst iemand stemming?
Als niemand stemming wil, is het unaniem aangenomen, hè? Dat begrijpt u. Al dus. Dank u wel. Dan gaan we door naar het laatste bespreekpunt. En dan gaat de vicevoorzitter weer even voorzitten. Ja, wij hebben het zometeen over de RUT en over een eventueel in te dienen zienswijze. Het is niet in de commissie behandeld, maar dat komt omdat de stukken vrij laat aangeleverd zijn en de periode om een zienswijze in te dienen ook binnenkort sluit. Wie wenst het woord? De heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, het is een woordje. De reden voor deze stukken die is bekend. Netwerkconstructie mag niet meer. In onze ogen vermindert daardoor de inbreng van de raad nog meer. Wordt dus minder, maar dat is kennelijk niet zo van belang. Maar daar gaat het vanavond trouwens ook niet over. Wet is wet. En vanavond moeten we voor elkaar zien te krijgen dat we in ieder geval een soort financiële status quo krijgen. En waar mogelijke meevallers in die nieuwe constructie zijn, om die aan te wenden voor afdekking van nadelige gevolgen van die constructiewijziging. En die zienswijze, die onderstrepen en ondersteunen wij volledig. Dank u. De heer De Vries, Robles. Voorzitter, wij hebben destijds in twee informatiesessies over de implementatie van de RUT gesproken. En daar is heel nadrukkelijk de kwestie over het mandaat aan de orde geweest en hoe ver dat zou gaan. En er is gesproken van basisdiensten en uitbreiding op die diensten. Ik kan eigenlijk in het voorliggende voorstel eigenlijk helemaal niet opmaken wat er nu feitelijk aangeboden wordt en waar wij dus op intekenen. En wij hebben volgens mij als raad unaniem destijds uitgesproken dat wij eigenlijk voor de basisdiensten waren, maar niet voor de uitbreiding van de diensten. En ik vraag me dus werkelijk af wat er nu voor ons ligt voor voorstel. Mevrouw Bakelaar. Ja, voorzitter, excuus. Ik begon al op te zoeken naar aanleiding van de vraag van de heer De Vries. Ja, dank u wel. Nou ja, het is al gezegd door de voorgangers. Het is een wet. Per 1 januari 2018 moet de Omgevingsdienst IJsseland operationeel zijn. En inderdaad, de voorliggende stukken zijn passend bij de noodzakelijke wet en regelgeving waarbij ik van het basispakket uitga. Maar wel zijn er nog losse eindjes als het gaat om de financiën in de Omgevingsdienst IJsseland. En u geeft aan dat u om de kosten in de hand te houden stelt het college voor om een zienswijze in te dienen. En dat is wat ons betreft prima. Maar wel nog een vraag erover. Want in de brief geeft u tegelijkertijd aan dat door de RUD aangegeven financiële inzichten voldoende zijn. Dat is uw zinsnede in de brief. Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Want u zegt eigenlijk, van, bent eigenlijk prima, we vinden het overzicht uitstekend. En tegelijkertijd zegt u van, maar pas op voor te veel geld uitgeven. Dus de opgestelde zienswijze is wat ons betreft wel prima. Alleen, we vinden hem wel ruim verwoord. Want u heeft het over kostenuitzettingen. Ja, wat is dan de kostenuitzetting precies? Of is dit meer een principeuitspraak die u doet en een signaal, waardoor het daarmee een effectief instrument is? Dus we horen graag de reactie van de portefeuillehouder daarop. Tot zover. Het woord is aan de heer Verkerk. Ja, dank u wel. Ik ben de laatste week op de hoogte gebracht van de totstandkoming van deze regionale organisatie. Ja, het is opgelegd door het kabinet. Daar moet je eraan voldoen. Dan ga je zoeken naar de meest efficiënte wijze en vooral met behoud van de verworvenheden die er waren. Dat kan op gespannen voet staan, verworvenheden en budget en landelijke ideeën over hoe je dat doet. En we zitten nu midden in de opbouwfase, waarin we kijken hoe zich dat verhoudt. Ik heb gisteren de eerste vergadering gehad van het algemeen bestuur onder leiding van de burgemeester van Kampen. Dat is wel een zuinige figuur, kan ik u zeggen. ze kan helpen. Ik heb ook uit de mededeling in de vergadering, ook in de ambtelijke wijze van adviesering, heel goed gemerkt dat men heel goed begrijpt dat wij op de centen letten. En dat we vooral ook willen zien dat de manier waarop wij handhaven, met alle specifieke elementen die in de gemeente zijn, want het verschilt, daar wel goed rekening mee wenst te houden. Aan de andere kant, bij de totstaatsgeschiedenis en ook een beetje naar de vestiging in Zwolle heb ik begrepen. Zou het wel kunnen zijn dat de gemeente Ommen wat extra aandacht moet vragen in hoe dat gaat. Dus ik vind dat eigenlijk wel
wel gepast om even een heel hard signaal af te geven. Jongens, we letten hier echt wel heel hard op in Ommen. En denk erom dat het wel binnen budget moet blijven. Dat is de reden waarom ook vanuit de boezem van de raad het college zeggen. En ik ben het er helemaal mee eens om die zienswijze te doen. We moeten ons wel melden, ze scherp houden en op het bord blijven. Dat wordt daar ook wel begrepen. Dus laten we de zienswijze doen. Als we willen zeggen, de cijfers kloppen wel, dan bedoelen wij in technische zin dat wat daar staat, dat is waar. Het onverlet dat je wel heel scherp moet zijn om in het vervolg te zien of het nog steeds waar is. En dat er geen roze olifanten en kameleneuzen in zitten. Daar moet wel op letten. Maar goed, geef ze ook maar een kans om dit te doen. Je kan niet altijd teleurgesteld blijven over A, het besluit om het landelijk dan maar zo te doen. En B, over weer iets in Zwolle te gaan doen, wat toch al heel veel heeft. Ik voel het heel goed hoor. Dus ik zal dat ook nog wel onder de aandacht blijven houden. Dus vandaar dat de zienswijze is zoals die luidt. En als u daar nou heel hard over roffelt, dan voel ik mij nog verder gesteund om strijdbaar en eervol daar in de arena te treden. Dank u wel. Wie wenst een tweede termijn nog? Niemand. Voorzitter, ik vrees dat ik geen antwoord gekregen heb op mijn vraag. Nee, maar dat hoef ik niet voor u te constateren. Dat kunt u zelf constateren. En daarom vraag ik van wie wenst in tweede termijn het woord. Het woord is aan de heer De Vries erop les. Vindt u dat ik de vraag moet herhalen? Dan komt hij nog beter over. Goed. Ik doe eigen pepermuntje daar. Nee, mijn vraag was, wij hebben heel uitgebreid gesproken over het takenpakket wat wij willen mandateren. Maar daar staat in de notitie niets over en dat heeft wel een gevolg voor kosten. En in de notitie staat wel een andere uitspraak. Namelijk als u het nou maar zo ruim mogelijk doet, en dat impliceert inclusief de extra taken, dan willen wij dat graag voor u uitvoeren. Dus de vraag is nogmaals, stel ik nu, in het voorstel wat nu voor ons ligt, wat mandateren we eigenlijk? De basis of ook de basis plus? Ja, daar kan ik niet op dit moment met 100% zekerheid over zeggen. Het is of de een of de andere. Het hangt een beetje vanaf hoe zaken zich verder uitpakken in ontwikkelingen. Het kan basis zijn, basis plus. In ieder geval wens ik wel vast te houden aan het niveau en de onderwerpen zoals wij die in de gemeente ook altijd hebben gedaan. Wat ik erg belangrijk vind is dat je gewoon de risicovolheid als belangrijkste uitgangspunt neemt en op een andere organisatorische wijze ook kijkt naar de andere aspecten. Dus dat zal echt even eerst uitgekristalliseerd moeten worden. Maar goed, we komen daar uiteraard op terug. Uw vraag is nog niet beantwoord, meneer De Vries Robles. Maar dit is tweede termijn geweest. Dus, ik adviseer u om straks even met de beide heren op de tribune zich te verstaan. En mogelijk kunt u dan wat meer duidelijkheid krijgen. Want het is eigenlijk ook iets te veel gevraagd van de portefeuillehouder op dit moment om uitgebreid te beantwoorden. En ik kijk even op de tribune. De heren die blijven nog wel even na voor meneer De Vries Robles. Ja hoor. Geen paniek, dus. Dan wordt uw raad voorgesteld kennis te nemen van de kaderbrief en begroting 2018 met de meerjarenraming 2021-2021 van de Omgevingsdienst en bijgevoegde zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJsland. Ik heb begrepen dat dat graag met geroffel gehoord werd, dus. Wie? Dan is dat met algemene stemmen en met instemmend geroffel aangenomen. Dan sluit ik deze vergadering onder u wel thuis te wensen en degene die via de digitale draad nog steeds meeluisteren. U mag nu uitschakelen. En een goed paasweekend allemaal. Ze zijn nog wakker, hè?